What's up? Welkom bij een nieuwe episode van Reiscast, de beste podcast van Nederland. En we zijn vandaag met een speciale guest. Hey! Oscar, what's up? Bedankt voor mij te hebben op je podcast. Bedankbaar, dankjewel. Yes, sir. Dus ja, man. Hey, yo. This is what's up. Is dit goed? Ja, is dit goed? Is dit goed? Oké, zo praat het goed. Oké. Maar weet je, bij sommige podcasts hebben zo die koptelefoon, kan je altijd horen. Kijk, dat had ik vandaag gezegd. Het is beter als je zo kan horen. Ah, shit, ja, bro. Hey, the biggest one is kinda, weet je, we gaan de game veranderen, deze mensen. Ja, man. Best Asian, hè. Best Asian podcast in Nederland. 100%. Aan de andere kant ineens. Nee, maar man. Het duurde me wel 2,5 uur om hier naartoe te rijden. Man. Waar was je naartoe gereden dan? Fucking Hertogsen, hoe heet dat? Hertogenbosch? Ja, daar. Dat is 1,5 uur van hier, naar Schiedam. Ja, man. Ja. Maar ja, ik ga je wat wilds vertellen. Toen jij mij je adres stuurde, toen ik naar hier toe moest komen, weet je wat me echt... Ik ga je iets live vertellen. En jij hebt heel je leven hier gewoond, hè? Ja, man. Ik ben opgegroeid op deze straat. Ik heb hier 8 jaar gewoond op deze straat. Yo, wat? Ik zweer. Ik zweer. Luister, ik woonde naast die kerk. In een appartement. Naast de kerk? Ja. Oh, daar. Ja. Best altijd daar. Ja. Oh, bro, misschien moet je de adres bliepen. Maar toen stuurde van, no way. Ik kijk zo van, holy shit. Dat is de straat waar ik ben opgegroeid, man. Ik zweer, ik heb hier mijn eerste 8 jaar heb ik hier gespendeerd. Oh, ik ben naar die basisschool geweest. Daarachter. Ja, daarachter die basisschool, nee. Ja. Bro, toen ik opkwam, hè. Want toch deed ik een pleintje daar met die schuurtjes, hè? Je weet gewoon de plek eigenlijk ja, waar je bro, moest parkeren. Ik ben van die schuren afgesprongen, man. Als een challenge altijd met de vrienden hier. Broer, what the fuck, man? Ja, man. Ik zeg je, ik ben hier opgegroeid. Dus ik ben verbaasd dat je jou nooit hebt gezien hier. Ja, man. Dat Want is wel gek, man. Ik speelde altijd buiten. Oh, maar ik speelde wel hier binnen gewoon. Ik speelde bij de kerk met voetbal en zo daar. Oh ja, man, hij speelde ook altijd heel veel mensen. Ja, maar ik ben echt verbaasd dat ik je nooit heb gezien. Dat is crazy, man. Hoezo ben je naar Hertogenbosch gereden dan? Ja, we kennen het helemaal. Ja, als het gewoon hier woonde, hier, man. Ik ga echt eerlijk zijn, ik ben zo onbekwaam. Ik mis chromosoom of whatever. Maar toen ik intikte, bro, eerst dat ik opkwam. Want ik wist niet dat er verschillende waren in Nederland. Dus alles... Met alle eerlijkheid, Geert Wilders, fucking, hey, get your shit together, man. Zorg ervoor dat er geenzelfde straatnamen zijn. Nederland is al klein genoeg. Ga niet dingen zelfde namen geven, want ga niet werken als ik probeer naar een podcast te rijden, oké? Zoveel tijd speelt ook nog, maar... Ja, man, dat is crazy. Maar, eerlijk, dit... Mijn beste childhood was hier in Schiedam. Is wel prima, hoor. Ja. Ik weet dat wel zo gekke mensen hier zijn soms. Ja, man. Man, was echt... Heel veel gekke mensen. Goeie shit, man, goeie shit. Goddamn, I love goddamn. This, man, ja. Crazy. Ja. Nou, Oscar. Ja. Wij hebben natuurlijk wat onderzoek gedaan naar wat je eigenlijk doet in vrije tijd. Oh, wauw. Oké. Okay. Ja. En we hebben eigenlijk gezien, je hebt een eigen bedrijf. Ja, ik heb een eigen bedrijf. Kaneos Media. Inderdaad, ik heb Kaneos Media, ja. En vertel eigenlijk, wat doe je eigenlijk daar allemaal in? Nou, oké. Ik ga kort uitleggen wat Kaneos Media inhoudt. Dus ik heb een klein bedrijf opgestart toen ik 18 was. En dacht van, hey, oh fuck, ik wil geld verdienen, snap je? Maar ik deed ook toen film. En ik was ook niet zo super goed, dus ik dacht van, hey, shit, ik ga wat gratis projecten doen, weet je wel. Skills bijleren, ervaring opbouwen. En ook, zeg maar, ik heb alles zelf geleerd, hè? Alles via YouTube, alles via zo websites of whatever. Dus ik heb niks betaald voor de skills. Van scratch. Van scratch, allemaal aangeleerd, weet je. Van, hey, cool, want ik hou van filmen, ik hou van verhalen vertellen, ik hou van stories maken en al die shit. Ik dacht van, hey, bless, ik ga deze shit doen. Ik doe dat, oké? Okay? Dus ik ga eerlijk zijn, de eerste 4 jaar... was moeilijk, want je bent jong, niemand wil je ook echt aannemen, dus je doet veel vrije, gratis projecten, voor weet ik veel, een klein beetje geld hier en daar. Maar op een gegeven moment, na COVID, was het vooral echt aan het poppen, want mijn naam begon meer te spreiden in Nederland, dus toen ging het echt goed, en ook mijn kwaliteit ging ook omhoog, omdat ik constant probeer te verbeteren. Dus elke video dat ik upload, elke video dat ik produceer, moet 10 keer beter zijn dan de vorige, weet je. Ja, sowieso 2 keer zo goed als de vorige. Ja. Zo ben ik blijven groeien, ook constant blijven leren, want eerlijk, als jij een bedrijf hebt, je kan niet stagneren, je kan niet denken van, het is genoeg. Nee, je moet altijd blijven doorgaan. Ja. En nu zelfs, ik ben zo bedankt dat ik op podcast ben gekomen, maar ik ga eerlijk zijn, ik ben ook nog een nobody, weet je. Ik moet ook nog dingen ergens, nog dingen bereiken, snap je? Hey, weet je, je moet ergens beginnen, je moet altijd ergens beginnen. Ja, en je hebt tenminste wat, weet je. Ja, niet heel veel mensen kunnen zeggen. Ja. Wees blij dat jij er juist voor ging, zeg maar. Er zijn genoeg mensen die 100%. Wel die planning hebben, maar niet voor gaan, toch? Dat is waar, man, dat is waar. Weet je wat ze zeggen? Iedereen kan dromen en iedereen kan dingen doen, maar als jij geen... Ja, je kan ook een passie hebben, maar als jij geen discipline hebt om je shit uit te voeren, ga je het nooit kunnen bereiken. Mm-hmm.
Ik ben midden in die zone, dus ja man, ik ben rustig, rustig. En ik heb ook veel geluk gehad dat ik met veel andere coole mensen heb kunnen werken. Met Boef heb kunnen samenfilmen. Ik heb met een Koreaanse artiest kunnen samenfilmen. Oh. Met heel veel andere artiesten nu ook, dat ik mee bezig ben. Dus echt heel blessed. Dus ik ben echt vooral musicvideo's aan het doen. op dit moment ook zomaar After Music Club, Club video's en zo. Ja. Nice, nice, nice. Yes. Net over Boef en een Koreaanse artiest. Ja. Was dat toevallig recent? Ja man. Hey. Dus door dat alleen is al super vet dat ik zulke mensen kon filmen. En dat ik dat ook in mijn portfolio kan zetten. Van, ik heb Boef gefilmd toen hij optreden was. En het zijn ook video's die, zeg maar, zijn geen shit video's. Weet je, zijn best wel goede video's die ik heb gemaakt. Veel werk ingestoken, dus ik ben best wel blessed. Oh shit, praat ik... Dat is oké. En hoe vond je die samenwerking of alles, hoe alles ging? Ging goed, man. De editing ging lekker. Alles ging smooth, want soms in editwerk heb je het probleem van dat jij constant daar zit en je weet niet wat je wil doen en je weet niet... Dat creatieve proces is kouloswaar. Ja, dat is heel moeilijk. Ja, man. En ook juist de muziek vinden, al die dingen. Dus, maar voor die twee samen, als ik eerlijk moet zijn, die ging echt supergoed. Want zeg maar, alles ging flow. Het flowde heel makkelijk door mijn brein heen, van wat ik wou doen. Dus alles dat ik heb in mijn visie had gezien, kon ik nog echt letterlijk editen. Dus super blessed voor dat. Dus ja. Dat is nice. Ja, man. Dankjewel. Lekker, man. Dankjewel, man. Jullie doen het ook super goed, man. Maar na Sense, film je ook voor andere bedrijven? Of, man. Ik zeg maar Milo. Ik film voor Milo. Milo. Ja. Ik heb hier gezien, ik heb alles opgeschreven van, jij doet, je hebt Sumo gedaan. Sumo heb ik ook voor Sumo gewerkt, ja. Jij hebt Mido gedaan. Mido, ja. Jij filmt soort van voor Soju Bar. Soju Bar, Soju Bar heeft me gevraagd om, ze willen dat ik het gezicht word voor Soju Bar. Ja. Dus ik doe vooral hun marketing gedeelte met TikTok en al die dingen. Dus, ik ben helemaal vergeten over Soju Bar, dat ik ook nog voor Soju Bar werk. Daarom vroeg ik het eigenlijk. Dus als je nu op Soju Bar kijkt, dan zie je heel wat video's. Enkel de video's met veel views en likes, die zijn van mij, de andere. Shit, die J-Park video, die was echt leuk, man. Oh, is die al geproduceerd? Oh, is die al gepost? Huh? Is dat een J-Park video? All I wanna do... Oh, je hebt hem gezien, hè, van dingen. Je hebt hem gezien. Ik heb niks, hoor. Ja, dat is een leuke video. Maar die moet nog uitkomen, ja, dus. Ik dacht dat hij... Ik heb geen idee. Ik denk niet dat hij nog niet uit is gekomen, maar ik heb wel alles ingeleverd voordat ik moest filmen. Dat was echt goede kwaliteit. Dat was een leuke video. Hopelijk, man. Die Drake was nice. Die is sowieso uit, die Drake is echt grappig. Ja, 100%. Die was nice. Die was zo, oh, shit. Gezondheid. Ja, toch? Dab. Goddamn. 2023. Hey, jongens. Nee, stop. Bro, ik ga jou een TikTok meme maken. Bro, jij gaat de TikTok meme worden, hè? Hey, jongens. Hey, dab, man. Oké, we gaan verder. De Drake video was ook wel koude grappig, maar die deed niet zo goed in, zeg maar, die trok niet goed. Want ik heb, zeg maar, de video geëdit, maar ik kon niet de post doen, zeg maar, in van de hashtags, hoe jij de comments, de edits in TikTok, die heb ik niet gedaan, weet je wel, omdat ik daar ook niet voor betaald word. Maar ik ga eerlijk zijn, als jij de juiste TikTok edits doet en de juiste caption en zo, dan gaan ze draaien beter, weet je. Je kan niet iets posten en dan niks zetten. En die hashtags zijn ook heel belangrijk. Ja, man, echt wel. En je weet toch, laten we zeggen, wij Asian boys, in de tijd van vandaag, man. Asian is een trend, hè. We zijn hot, Asian, man. Asian zijn is echt een trend, man. K-pop, J-pop, man. Want back in the day, man, eerlijk, we werden gepest, weet je, met onze ching-chong ogen. Ja, man. Hé, maar nu zeggen mensen sneller, ben je Koreaans in plaats van ben je Chinees. Ja man. Dat is gekke. Dat is echt gek. Dat is crazy. Ze zeggen van, oh, ben je Koreaans, om cool te doen, om niet te zeggen dat het Chinees is. Precies. Ze van, nee, ik ben een Chinees. En van, wow, ben je Chinees, oké, cool. Maar weet je wat wild is? Dat, je moet zo denken, Korea en Japan zijn in vergelijking met, zeg maar, de wereld, zijn best wel kleine landen. Het is heel klein. Het is heel klein. Vergis niet hoe groot Japan is. Japan is nog kouder groot. Hè. Eigenlijk wel. Groter dan Engeland, volgens mij. Maar in ieder geval, is echt groot. Ja. Japan is groot. Oh, alles. Maar het is wel echt groot, weet je. Maar algemeen over de wereldschaal zijn twee kleine landen. Mm-hmm. Maar hun zeg maar, impact. Entertainment, man. Is echt crazy, Export is zoveel. Bro, kijk. Physical 100. Ik heb het niet gezien. Is leuk, man. Ja, dat is echt een goeie. Ik wil er eigenlijk nog wel zien, maar ik weet al hoe het is. Anime, bro. Denk erover na. Ja, man. Gewoon die twee kleine dingen, de impact is zo groot in het Westen. Hè. Kijk naar Nederland. Nederland is niet een groot land. Nee, klopt. Nee, dat is echt klein. Ja, niet veel mensen, niet veel Aziaten. Oh, ja, zijn Asians, maar niet, zeg maar, zoals in Amerika, weet je. Maar, bro, anime-cons. Bomvol.
is dat fucking K-pop shit. Boomvol K-pop concerten. Helemaal vol. Ja, snap je wat ik bedoel? Dus westerse artiesten kunnen dat niet eens. Nee, kijk naar Blackpink en bro, BTS? BTS is een goat. Let's be real, toen BTS vanaf 2016 echt beroemd werd, toen begon eigenlijk Korea een beetje eigenlijk popping echt te worden. Echt wel, ja, man. BTS heeft de Asian Boys op de map gezet, ja, man. Dat is echt crazy. 100%. Toen zij populair werden, ineens, we vallen ook ineens op Aziaten. Ja, ineens, dat is crazy, man. Is echt crazy. En ik had een keertje dat, omdat dat was in die tijd, want je weet toch, ik ben Asian. Ja. Ik was bij een mediamarkt, opeens out of nowhere, zo'n algetoond chick, die kon naar me toe. Oh my god, ken je BTS? Is dat goed? Ja, ik ken BTS, want back in the day, ik was ook een... aardbeving. Maar back in the day, ik was ook fan. Ik ben nog steeds fan van BTS. Niet om, zeg maar, hun nieuwe muziek ben ik iets minder fan van. Nee, vooral hun oudere muziek. Maar ik ben fan van wat ze hebben gedaan voor, zeg maar, de Asian Boys, weet je? Van, er zijn niet veel goats voor onze Asians, weet je? Wat? Brood. Michelle Cho... Michelle Yeoh, zoiets was het? Dat is een goat. Je hebt Jackie Chan. Bro, hij was echt een goat. Een zware goat, weet je wel? Dat was echt niet normaal. Maar ik vind dat BTS zit er ook in, weet je wel? Sowieso. Ook tussen de Asian goats. Het is niet alleen Chinees. Zij hebben de Korean standard omhoog gegooid. Ja, zit Psy ook erin dan? Ja, eigenlijk wel. Psy moet er wel in zitten. Eigenlijk wel. Voor K-pop is Gangnam Style wel mijn eerste K-pop liedje eigenlijk. Voor iedereen wel misschien. Nee man, voor mij weet je wel. Girls' Generation. G, baby. Bij mij begon het bij Super Junior. Oh shit, dat is ook back in the day. Dat is ook back in the day. Ik luister geen K-pop. Geen K-pop, hè? Maar ja, Gangnam, ik denk Psy is ook een 100% legend, man. Maar mensen zagen hem meer als een meme vroeger. Niet meer als een go. Want ze wisten niet wat K-pop was. Dat is gewoon een... Koreaans liedje voor hun eigenlijk. Klopt. Ja, 100%. Maar ik denk van, dat is een goede introductie voor... Het begin van alles. Ja, snap je? Ja, je kan niet zomaar gaan rushen met een cultuur. Nee, klopt. Maar het is ook hoe de Koreaanse industrie dat heeft gedaan. Hebben dat zo slim aangepakt, hè. Want op een gegeven moment gingen ze niet alleen maar Koreaans, maar ook kijk naar BTS, gingen Engelse liedjes doen en zo. Ja, man. Doordat meer exposure, meer dingen. Dus ik zou zeggen dat BTS is, zeg maar, op dit moment... En natuurlijk, ze zijn nu de military ingegaan. Hè? Dus eentje. Ja. Maar ik denk van, als we nu algemeen kijken, dat BTS is waarschijnlijk groter dan alle boybandgroeps persoonlijk, denk ik. 100.000%. Dat geloof ik ook wel. Ja, 100.000%. Ik weet Backstreet Boys, ik weet zeg maar One Direction, maar ik denk niet dat het op het niveau was van... Nee, BTS is nu echt BTS is wel heel de wereld gewoon. Ja, echt wel, man. Ik zwaar respect voor de boys, als je samen wil werken. De boys. Imagine met hen werken. Hey bro, Lisa van Blackpink heeft mijn ding gezien. Hey, Lisa. We hebben dit gehad met haar. Nee, grapje. Nee, was wel dichtbij, maar ja, man. K-pop, man, voor heel echt respect voor die shit. Maar is ook blijkbaar een... depressieve industrie, man. Heel veel zelfmoord. Het is echt extreem. Heel serieus. Heel veel druk. Slaafcontracten en shit. Klopt. Ik had zo'n video gezien, ja. Ja, 4-5 uur slaap en shit. Ja. Maar respect voor de mensen die daardoor geraken. Maar dat is de entertainment industrie, toch? Ja, klopt. Dat is waar. Heel veel. En ze verkopen hun ziel. Ja, 100%. Maar ik ga ook eerlijk zijn, ik ben ook klaar om mijn ziel te verkopen voor... Als je geld wilt, je moet sowieso je ziel verkopen. Je moet dingen opofferen om geld te kunnen verdienen. Om doeken te verdienen. Gaat niet, je kan niet van, laat me gewoon aardig zijn en shit. Nee man, je moet vies zijn een beetje in de wereld. Nou, dat is wel zwaar. Dat is hoe de wereld in elkaar is gemaakt. Man. Ja. Dat is wel helaas. Nou, dat was eigenlijk nog één vraag. We hebben nu eigenlijk over Korean. Dat is eigenlijk best een goede dingetje om terug te gaan naar de cent. Je hebt gefilmd voor een Korean artiest, dat klopt toch? Ja man. En dat is Willem. Ja, Willem, inderdaad. Ik weet niet of ik veel mag zeggen eigenlijk in die verband. Maar, oh, echt? Ja, maar uiteindelijk is het niet doorgelopen, maar het kan nog altijd doorgaan. Het probleem was op dit moment dat hij had het budget niet. Dus ik weet niet of ik de nummers mag zeggen, maar hij gaat een nieuwe album posten. Hij heeft zijn hele album naar me doorgestuurd, hè? Om te bekijken en te luisteren. Echt zo van, hij stuurt dat aan niemand, weet je? Hij stuurt dat naar mij toe. Want ik ging naar Korea toe, een paar maanden geleden. Mm-hmm. En ik ging naar Korea toe, omdat... Op dat moment, ik ging mijn ex even bezoeken. Ja, man. Ja, dat is ook een whole different story. Maar in ieder geval, ik ging mijn ex bezoeken. Maar ook tegen de tijd om met Willem te praten. Ja. Over, want we wel een documentaire film voor hem. Hm? En dat ding was van, cool, ik kan de documentaire film. Want hij heeft mijn shit gezien. Van, wow, dat is echt goede shit. Van, hey, best, ik kan je documentaire film. Dus bij Korea gaan, we gaan dingen bespreken. Het ding is, hij had niet de doekoe om mij te... Want hij had net zijn eigen label gestart. Ja. Dat had niet genoeg geld. En hij vroeg om 6-7 episodes. Dus, dat is veel, best prijzig, 6-7. En je moet ook zo weten, ik doe alles zelf, hè. Dus ik zei zo 2k per episode.
2000 per persoon. Ja. Ik vind het nog eigenlijk best wel oké. Dat is best wel cheap eigenlijk. Cheaper. Dus maar als je ziet wat jij eigenlijk post, dat is echt heel goedkoop. En je moet ook zo zien dat, dat is ook back in day, maar is ook zeg maar die 2000. Het is ook exclusief travelkosten en al die dingen. Hè? Ja. Maar hij zou maar vliegen naar fucking 4, 5 landen. Naar Zuid-Korea, Dubai, Los Angeles. Hij zou maar overal naartoe vliegen. Ja. Zodat ik zijn leven kon filmen. Ja. Van vroeger? Nee, van nu. Okay, allemaal op zijn opbouw voor zijn nieuwe album erop. Ja, ja, ja. Dus ja, wat totaal was, hadden ze zo'n 14, 15k afgesproken. Maar hij kon het niet doen, want hij had het geld niet. En dan, hij kon ook niet echt met mij delibereren. Want ook in mijn respect voor mezelf, voor de craft dat ik doe, ik ga niet naar beneden. Je gaat niet doen. Puur voor de ervaring, want ik moet ook brood verdienen, snap je? Ja. Dus aan de ene kant is het echt super zonde dat ik deze ervaring niet kon doen. Omdat, ja, weet je, het is van, it is what it is. Als ik niet betaald kon krijgen, ik zou het graag gedaan hebben als ik jonger was. Maar op deze leeftijd, ik moet geld binnenkrijgen, zodat ik shit gedaan kan krijgen, weet je wel. Ik moet dingen ook betalen. En van, ah, shit man, ik wou het echt heel graag doen. Maar nu ik erover nadenk, zo van, weet je wat, als het nu niet is, is er een andere opportuniteit later in de toekomst, weet je. Ik kan nu nog beter worden, nog verder uitbreiden. Uiteindelijk reis ik wel rond de wereld voor een, want ik wil graag rondreizen, maar ik zou het nooit doen in mijn vrije tijd. Want ik vind dat, ik voel me slecht als ik... Yeah. Zeg maar van, ik ben mijn tijd aan het spelen, ik kan beter aan iets werken. Gewoon aan werk. Geldverspilling. Snap je. Geld verdienen en inderdaad. Zo, ja. Maar ik zou het niet erg vinden om rond te reizen als mensen van mij bedalen van, hey, kan je komen filmen? Ik dacht van, hey, bless. Misschien wordt de film wel misschien pop-in later. Later. Ik ben benieuwd, want ik zie al wat shit van zijn post, die aan het posten is. Dus ik ben benieuwd wat hij kan doen. En ik heb altijd nog zijn nummer, dus ik kan gewoon altijd bellen en zo. Je hebt zijn nummer gewoon... Ja, bro. We praten op de telefoon 3-4 uur soms van de telling. Oh, shit. Ja, man. Dus, Ken jij eigenlijk Willem al voor dat, voor Sense? Of ken je hem echt nog Sense? Ik ken echt geen Koreaanse artiesten, man. De Willem ken ik een klein beetje voor de Sense-ding. Mm-hmm. Want ik kende de Stone Entertainment, waar die onder... dat is de label daar. Ik ken de Stone Entertainment, ja. Dus daarom ken ik Willem door die PLT-groep. Dus ik dacht van, ah, blijf Willem, cool. En dan met hem ging we wijpten heel zwaar in backstage. Hij wou gewoon samenwerken. Dus hij had niet door kunnen gaan vanwege geld. Dus, is jammer, maar misschien later, je weet maar nooit. Ja, 100%. Ik denk van, ik wou nog altijd, ik ben erover nadenken om misschien nog naar Korea te gaan voor een paar maanden. Om puur, want mijn skills te uit te breiden. Want ik vind dat Korean film en al die music video's Asian en zo. Asian films is veel mooier. Ja, ze zijn echt legendary. Kijk naar Bong Joon-ho. Ja, man. Je was helemaal naar Korea gegaan voor je ex. Ja, of, what's up? Eerlijk, bro. Ik moest het weten, want er waren red flags. Ik ga eerlijk zijn, maar... Ja. Long story short. Er is een hele, hele grote chance dat ze heeft gecheat op mij. Bro, is koude hard. Ik weet het. Shit. Maar... Liefde maakt blind. Ja, nee. Ja, is ook een beetje, man. Eerlijk, als jij... Want het was een lange, long-term relationship, weet je. Dus eerlijk, maar ja... Omdat het zo long term was, ik dacht van oké, ik ga even kijken hoe dit uitwerkt. Want ik ga eigenlijk zijn zware trust issues, man. Ik vertrouw geen mensen snel. In ieder geval, snap je? Dus ik denk van, weet je, maar waren gekke signs. Ik ga je de signs vertellen en jij vertel mij wat jullie denken over de signs. Dus stel je voor, je hebt een chick, hè? Ja, toch? En deze chick bijvoorbeeld, hè, die blokt jou om de Instagram stories te zien. Wat zou jij doen? Jij hebt een chickie en zij is eigenlijk in een ander land. Ja. En zij blokt jou van de story. En dan plaatst ze wel shit op de story. Ja, maar ik kan geen story zien. Zo, jij kan die story zij, niet zien. Hij kan het niet zien. Dat is een red flag, man. Dat is echt red maar flag. Dat is een koude harde red flag. Dat is koude harde red flag. Ja, maar je had het toen nog niet door dat ze dat had. Nee, ik had het door. Wow. Want ik had ook mijn Kaneo's pagina. En toen zag jij wel haar story. Oh, shit. En er was ook één story, hè. Waarbij, ik ga geen naam noemen, whatever. Maar, maar ik ga eigenlijk zeggen, deze podcast, niet. Bro, als ik een post de mensen gaan waarschijnlijk uiteindelijk weer uithinnen. Maar in ieder geval... Je hoeft bro, geen naam te zeggen, ik maar... Ik ga geen naam zeggen, maar de meeste mensen weten wie het is. Dag je hart, man. Maar luister, dus ze heeft ook een keertje iets gepost op haar story, privé story, hè. Maar dus, die was koud ook dichtbij met de gasten, die ik niet ken in de auto. Zo echt zo'n gezicht aanraken en alles, weet je. Zo van, zo dichtbij alsof ze aan het kussen zijn en shit, hè. En dan, ik denk van, yo, what the fuck? Ze van, hey, yo, bro, are you cheating, bitch? What the fuck? Dus, en dan, en ze stuurt me hele avond is ze niet gestuurd. Ik dacht, oh, ze heeft verleden gecheat op mij, hè. Maar ik weet ook, ze heeft twee vriendinnen, die zijn koude shit, man. Die drinken veel, die gaan uit, fucken gewoon random guys, weet je wel. Ja. Snap je? Dus in eerste, ik liet dat slijden, weet je wel. Ja, dus van, weet je wat, ik laat dat slijden voor deze ene keer. Want ik vertrouw wat je nu zegt. Want je hield echt van haar dan. Ja, snap je? Ik vertrouw wat je zegt. Ja. Maar eerlijk, want ik ging toen
dat was een maand voordat ik naar Korea ging. Mm-hmm. Toch? Dus ik dacht van, cool. Ik ga naar Korea gaan. Die zegt van, ja, ik ga een maand niet uit. Gewoon maand niet clubben, maand niet drinken, whatever. Want ze was dronken, ja. Weet je, de volgende dag. En kan je misschien, kan ik toch één keer per week uit? Één drankje. En dan zegt ze, kan ik meer drinken, weet je wel? Ze doet die shit om... Want in die hele relatie, ze heeft nog nooit een belofte vastgehouden. Nog nooit een belofte gehouden, hè? Ja. Nog nooit, hè? Ook, zeg maar, die red flags. Bijvoorbeeld, toen ik naar Korea ging, hè. In die 2 weken dat ik daar was. Ik had veel gefilmd, zoals je kan zien op Instagram. Ja, man. Oscar. Oscar met een x.films. Hele goede content. Hele mooie kwaliteit. Ja. Toen ik daar was, zijn maar één keer, één dag zijn we dan uitgegaan. Maar raad eens wat gebeurt op die dag. Dat was deze bitch, bro. Kijk, hè. Ik ben daar gekomen voor haar ook, hè. We gaan samen uit om samen plezier te hebben. Zij laat mij alleen voor een uur lang. Oké, ze verlaat mij gewoon met random mensen om te gaan drinken. Ik ben aan u alleen. Maar je was daar samen gewoon. Wat? Jullie waren al samen. Ja, we waren al samen. En je werd niet meegevraagd. Je werd niet meegevraagd of zo. Nee, ze is gewoon weggegaan. Was je vriendin gewoon? Ja, is mijn bro, long-term girlfriend. Was gewoon serieus. Is gewoon weggegaan met random mensen om te gaan drinken. Ik sta daar alleen. Weet je wel? Met met een vriendin van haar die ik niet ken. Maar die vriendin zei van, what the fuck, gaan ze zomaar weg van ons? Snap je wat bedoel? Yeah. Dus ik dacht van, what the fuck is dit? Cool. Skip een uur later. Ik heb haar helemaal niet gezien. Dus ik heb haar nog nooit zo koud dronken gezien. Hè? Maar zo dronken tot en met zo ongezond dronken. Weet je wel? En raad eens met hoe ik haar heb gevonden. Haar praten met random jongens de hele tijd. De hele tijd Insta's vragen en zo. Kan echt niet, hè? Bro, ik ga je zeggen. Ik heb het door laten slippen. Want ik ben eerst in Korea. Ik wil een goede tijd hebben. Weet je wel? Niet te stressen. Dus van cool, laten doorgaan. Maar achteraf, als ik erover nadenk. Is zo koud red flag. Ja, man. Ik snap niet hoe je nog steeds zo lang hebt volgehouden. Ja, respect, man. Ja, maar dat is patience hebben, weet je. Want ik ben ouder, snap je? Klopt. Ik is patience, maar als zij niet valt veranderen... En eerlijk, al mijn values worden gewoon betrapt dan van fuck aan, man. I'm breaking up. Ja. Maar er was ook, zeg maar, zo'n... Ik kreeg een... Dit is ook koude wild, hè. De volgende dag van die club, hè. Ik kreeg een bericht binnen. Een anoniem bericht binnen in mijn Insta. Die zegt zo van... Hey yo, your girl's cheating on you. I just want to let you know, I don't want to be a bitch, but your girl's cheating on you. Dat is sowieso die guy die zei... Toch? Ja, maar, waarschijnlijk wel. En ik zeg zo van, okay, why should I believe you? Want je hebt dus gewoon een random account. Ja. Yeah. En die zegt zo van, just ask deze naam. En deze naam die hij opnoemde, was de ene man die ik had gezien in die story. Dat zeg maar dichtbij elkaar waren. Ja, dat was die gast in die story. Shit. Ja, maar daarom, altijd respect the boys. Yeah. Respect the boys. Ja, man. Bro, ook al ken je hem niet, hij probeert je te saven. En dat is echt, echt gewoon boy love. Ik vind zo van, eerlijk, in deze tijd, laten we eerlijk zijn, de chickies van tegenwoordig zijn een beetje gaar, denk ook wel misschien, hoe ik zo jullie verhaal hoor, jullie zijn misschien allebei op een andere levensfase eigenlijk. Ja, 100%. Begint al, 100%, jij weet al wat jij wilt, filmen, reizen. Dat heb je goed gezien, want zij wist niet wat ze wou doen. Nee, precies, jij wilt al settelen, jij wilt gewoon wijven, jij wilt gewoon iemand die niet uitgaat of iemand die zich... haarzelf kan representeren eigenlijk. Ja, klopt, 100%. Met klasse of zo. Je weet toch hoe wij... Asians gaat veel om status, maar het gaat veel over zo'n sociale status. Want bijvoorbeeld bij jou is het iets minder, want ik weet, je hebt echt een relaxed familie. Ja, maar je weet toch hoe Wintonezen zijn? Ja, kijk, dan gaan we erover hebben. Ik ben Hongkongese. Ja, ik weet dus niet of dat bij jou ook zo is, maar ik weet dat... Ik heb het gevoel dat Kantus meer voor liefde is. Ja. Vergeleken met de Wintonezen. Ja, we doen gewoon, ik weet niet. Het is echt gewoon, jullie zijn toch chill. Het gaat toch niet zoveel om geld, toch? Het gaat nooit om geld. Nee, precies. Ik ga wat vragen. Als jij een hondpaal krijgt, zo'n rood envelopje, hoeveel geld krijg je daarin? Gewoon nieuwjaar, je verjaardag, whatever. Hoeveel krijg je daar normaal gezien in? We hebben nu over... Oké, doe maar nieuwjaar. Want verjaardag is ook... Oké, nieuwjaar. Ligt eraan van welke persoon. Bijvoorbeeld mijn oma doet gewoon... Zeg maar gewoon random. Van je moeder of vader, zeg maar dat. Van mijn ouders, ik weet niet, 100 pp. Oh. 100 euro, huh? Dat is redelijk veel. Dat is redelijk veel. Oh, wacht, dat is dus niet bij mij. Nee. Want hoeveel krijg jij in een rood zakje? Maar ik ben enig kind, toch? Ja, ik ook. En dan... Oh, ja. Maar... Ja, oké, dus wij hadden dus hier een gesprek over. Wintonezen gaat echt 9 van 10 keer eigenlijk om geld. Let's be real, het gaat om geld, business, bla bla. Ja man, 100%. En we gingen een beetje vergelijken, of tenminste ik, met wat een Wintonezen eigenlijk krijgt bij nieuwjaarsgeld. En een Kantonees, ik dan. Yeah. Ik krijg zeg ik gewoon per persoon gewoon 5 euro. En dan gewoon 2 briefjes. Als je getrouwd bent, staan er 2 briefjes, toch? Yeah, van de vader, één van de moeder. Precies. Tel me even voor jou. Bro, ten eerste, toen jij dat tegen mij zei, dat was mindblowing voor mij. Want... Op het einde van de dag, een rood envelopje voor de mensen dat niet weten. Een rood envelopje is eigenlijk meer zo van...
zo'n good luck ding. Zo van, ja. Hey, ik hoop dat je met dit beetje geld dat je iets mee kan doen of whatever. Zo van, dat je iets kan doen, weet je. Van, ik wens je alle geluk. Dat is wat die Hongpao is. We doen dat op de verjaardagen, op ons nieuwjaar, Chinees nieuwjaar. Ja. Geven we dat altijd aan onze familieleden. Of ja, het zijn meestal... Wacht. Doen jullie dit ook? Wacht. Als jullie rode envelop hebben en ga niet openmaken, maar gewoon onder je kussen zetten. Nee, dat doe ik niet. Wat ik wel doe is, zeg ik weer, niet gelijk openmaken. Ja. Of een dag wachten. Je mag sowieso niet openmaken. Nee. Ja. Ik wacht altijd een dag daarna. Disrespect, man. Fucking disrespect. Ik heb wel altijd dat ik dan gelijk in mijn portemonnee doe en dan hou ik het gewoon en ga ik het nooit openen. Ja, maar als ik echt geld na moet een tijdje hebben, ga je wel openen precies. Iets te kopen. Toen hij dat tegen mij zei over dat hij mijn 5 euro Hongpao kreeg, dacht van, what the fuck, dat is koude weinig. Bijvoorbeeld... Let's be real, dat is anders. Want is anders. Als je naar hem luistert en ik had ook een vriendin, die is ook kanten, die krijgt ook iets van 50. Dus het is anders hoor, bij iedereen. Ja, het is anders qua familie. Maar bij mij, bij Wintonese, dat ik meestal weet, is dat met nieuwjaar kreeg ik 1k in Hongpao. Nieuwjaar. Ja man, dat heb ik... Dat is crazy, ja. Vind ik ook, maar het ligt eraan welke familieleden er zijn toch? Maar het is alleen van mijn moeder en van mijn stiefvader. Dus 500 pp. Hoor je dat? Ja. Dit is niet gecombineerd. Nee, dat is crazy. Ja, hey. Ik weet het. Maar het is niet gecombineerd. Het is zeg maar van verschillende mensen. Het is gewoon legit van mijn moeder en mijn stiefvader. En dat is het. Dat is crazy. 1k Hongpao. Maar je moet zo weten, hè. Ik vind, voor de meeste mensen die kijken die Wintonese zijn, ik denk dat ze wel gelijk aardig hebben met mij hoeveel geld ze krijgen met Chinees nieuwjaar. Wintonese krijgen in het algemeen. Maar zou het dan ook komen, niet door puur omdat Wintonese gewoon focus op geld, maar het is gewoon, hun standaard is al zeg maar hoger. Ze zijn zo gewend aan een standaard. Bijvoorbeeld... Jouw ouders, een 5 is gewoon puur voor geluk. Wij doen dat gewoon. Ja, mijn ouders doen 100 of 50 puur voor geluk. Maakt niet uit, zeg maar, wat voor bedrag. En dat is ook misschien ook met jouw ouders. En zij doen dan bijvoorbeeld 500. Ja, maar ik denk dat het... Ik weet niet, het is gewoon een gewoonte. Ik weet niet eens waar die gewoonte vandaan komt. Ja, maar ik wil wel zeggen dat Wintonese in China staan ook bekend om de grootste businessmensen ooit, weet je. Er zijn echte... Wij zijn heel erg business georiënteerd. Maar ik moet wel zeggen, bro, ik heb een vraag voor jullie boys, hè. Dus... Omdat ik weet dat de podcast een beetje zeg maar, om de gast gaat. Maar ik wil graag aan jullie vragen van... Wat is jouw ideale type vrouw? Wat is jouw ideale type chick die jij wilt hebben in jouw leven? Of die jij wilt nu hebben? Wil jij eerst beginnen? Volgens mij heb ik hier ook wel een keer met jou gehad. Ja, maar de kijkers weten dat nog niet. De kijkers niet. Het is meer een deel... Het liefst zeg ik voor iemand die al weet wat ze wil doen. Of die weet wat... Ja, gewoon eigenlijk wat ze wil doen. Ja. Street als stilo. Oh, joh. Streetwear. Oké, wat was de ideale lichaamstype? Maar eerlijk, big booty, grote mooie rondingen. Ik zeg eerlijk, het hoeft voor mij echt niet per se, zeg ik er gewoon, weet je, gewoon big booty, big tits of zo is. Dat boeit echt maar aan de ene kant niet. Maar is innerlijk best wel belangrijk. Ja. Maar ik wil niet zo'n Koreaanse, dun chickie, hè. Oh, broer, zo van... Nee. Ah! Ah! I have Nee, maar je weet dat... Echt... Okay. Je weet dat, zeg ik, dat de meeste Asians tegenwoordig... Die willen echt tering skinny zijn door, de K-drama. Was altijd al zo, toch? Zeg maar... Ja, maar... Ze willen altijd heel dun. Vooral in Hongkong, ik weet niet. Daar zijn mensen echt gewoon tot aan de bot gewoon. Ja, maar ook echt niet dun. Geef me vlees. Maar ik vind... Nog Koreaans... Oké, nee. Give me that stretch mark, man. Nou, het komt, zeg maar, echt... Chinezen en zo willen sowieso in het algemeen dun zijn... door de toyin en et cetera. Ja, maar ik denk ook nog door K-drama in het algemeen... heeft het, zeg maar, nog omhoog gegooid. Standard. Ik ga eerlijk zijn, precies. Dat is een probleem met chick. Wij mannen, wij accepteren wie we zijn, toch? Wij doen dat makkelijk. Wij kunnen ook niks. Ja, wij doen baat op gezicht. Ja, klaar. Haar even goed doen. Klaar. Gymmen, klaar. Is klaar. Eerlijk, maar precies. Ik vind dat zo... Als we praten over social media, TikTok, Instagram... die fucken de meisjesmentaliteit op tot en met, hè. Want, ik kijk naar chickies... zijn in S-klasse. Deze bitches denken dat ze C-klasse zijn. Snap je wat ik bedoel? Ja, ze zijn echt top tier, maar ze denken dat ze shit zijn. En dan willen ze dingen gaan spuiten. Botox, et cetera. Ik word daar lijf maar van. Maar dat is social media toch? Dat is ook wel allemaal alles dat is fake, man. Downs. Heb je die nieuwe filter gezien op TikTok? Ja! Die gelijk met mijn fans. Ja, bro! Dat is echt gek. Ik ga eerlijk zijn, als ik zo een foto zie van, dat is natuurlijke shit, man. Ja, maar... En ze doen die filter uit van, jij bent kaulo lelijk. Ja, man. Dat is crazy, man. Zweer. Ik vind dat echt eng, man. Hoe nu? Tegenwoordig met de AI en Man. Mensen gaan die expectaties zo hoog zetten dat ze het nooit kunnen halen en dan gaan ze depressief worden als shit. Ja, dat is echt de downside van social media. Ja, en dat is echt wat ik gewoon niet approve. Het is gewoon een slechte invloed voor de jeugd eigenlijk. Klopt. 100%. En ik denk ook van, als wij back in the day, wij spelen altijd buiten, weet je. We gaan altijd dingen doen. We hebben tenminste social skills, vind ik. Hè? Ja. Maar als je nu kijkt naar de jongere mensen,
Ze weten niet eens hoe ze van... Ik durf niet te bellen. What the fuck ben jij aan het doen? Het enige wat ze doen is gewoon op iPad spelen of zo. Ja, ja man. Maar ik zeg je wel eerlijk. Het komt waarschijnlijk ook nu een groot deel door de corona. Dat waarschijnlijk dat heel veel mensen antisocial zijn geworden of zijn. Ja, ja, ja. Dat ze ook, hebben dat ook wel een slechte, zeg maar... Hun jeugd was door niet corona de is het wel verpest eigenlijk heel veel. Maar, social media en corona is wel een groot factor. Het ding is wel, ze moeten al blij zijn dat ze social media hebben tijdens corona. Bro, stel je voor, er kwam COVID tussen tijdens onze tijd. Bro, wij gingen koulo filteren, man. Wat hebben... Opgesloten in de kamer. Bro, je mag niet buiten voetballen. Ja, no precies, way, man. No way. Ja, man. Ja, man. Ja, man. Bro, nu ja, kan man. Je nog online gamen en al die shit. Maar ja, COVID in deze tijd is haalbaar als je, omdat je entertainment over hebt op je telefoon. Je kan series kijken. Ja, man. En mensen worden nog steeds bored, hè. Ja, met social media. Klopt, klopt. Bro, kijk naar ons. Bro, wat gaan we kijken? NOS Journaal, hele dag. Ja, doe normaal, man. Nee, we konden Nickelodeon. Ja, man, maar dat, de goede series is tot maar tot 6 uur. Wat ga je dan na 6 uur doen? Snap je? Dus... Eerlijk, maar ik ga ook eerlijk zijn, de tijden wanneer we zo Avatar aan het bintje waren. Ja, Avatar weekend, kon een hele weekend Avatar kijken. Avatar marathon, ja, hè. Ja, ik zat met mijn moeder daar. Wanneer ik al snel naar het toilet moest rennen, zodat je tijdens de klaar zo, gelijk weer terug. Ja, ja man, man. Dat zijn de momenten, eerlijk. Dat zijn echt goede tijden. Maar nu begrijp ik ook wel waarom de meeste ouders toch wel zeggen, ja, in mijn tijd was het toch wel beter. Want wij zijn gewend aan gewoon zulke dingen, toch? We zijn mee opgegroeid. Ik zeg altijd van, onze tijd is wel echt genieten, maar ik ga natuurlijk mee met de tijd, hè. Maar ik vind jammer dat de jeugd van tegenwoordig niet onze ervaring kon ervaren. Ja, weet je man. Echt buitenspelen. Echt zeg maar gepest worden. Echt zeg maar, gepest worden. Ja, snap niet, zo, niet cyberbullying en zo. Nee, man. Ja, bro, man. Ik vind dat zo koude cringe. I'm getting cyberbullied. Shut the fuck up, man. Je kent geen echte bully buiten staan. Ja, wanneer man. Mensen... Je kan er niet escapen. Je telefoon kan je uit... Ja, maar nee. Maar let's be real. Like, cyberbullying... Kijk. Sorry, bullying is sowieso slecht. Ja, ik weet niet, maar ik vind bullying wel oké. Okay. Cyberbullying is gewoon verbal abuse toch eigenlijk. Ja, nou, weet je wat is? Ik denk wel dat de bullying bij sommige mensen wel in de positieve kant is gekomen. Ja. Broer, niet iedereen. Kijk naar mij, man. Ja. Maar ik denk dat, ik denk als je zegt in het algemeen best wel als Asian bent, en vooral met de love van de Asian parents. Dat is, ik weet niet of dit al een goede love is, dat is gewoon een dikke slag krijgen. Klopt, en dan ook nog de bullying erbij van kids. Ja, 100%. Maar ik vind dat bullying oké is in society. Weet je waarom? Want zo... Kijk, als jij weak bent, word je sterk. Ja. En als je sterk bent, word jij eigenlijk genervd, zodat jij niet... Genervd. Ja, man. Wordt genervd. Ja, je wordt een soort van... Ja, gehumbled. Ja, gehumbled. Ja. Dan leer je nieuwe dingen. Nu kan je... Dan, je weet toch, de kinderen die fucking... Zo, I'm the shit, weet je wel? Ja. Door bullying zorgt ervoor dat hij in zijn plaats kent. Die zijn nooit gehumbled. Ja, snap je. Maar ook als jij, zeg maar, gepest wordt... Ik ga eerlijk zijn voor de mensen die dat niet doorheen kunnen komen. Ik bedoel, cool, want niet eigenlijk niet echt cool. Maar gewoon van, want als jij niet doorheen kan komen door die mentale barrière, dan weet ik niet of je veel gaat kunnen halen in het leven. Maar als je wel na die stap hebt gezet van dat jij over die bullying bent gekomen, of je hebt stop gezet tegen die bullying, dan ga je later ook een hele goede mental atleet hebben. Want bijvoorbeeld ik, zeg maar, mensen bullyden mij omdat ik Aziat ben, maar ik had woedeproblemen, bro, tot in die tijd. Ik was vrouw. Ik zweer. Was jullie hetzelfde, man? Ja, we zijn jullie hetzelfde. Ik ga je nu wat zeggen. Door de bullying kreeg ik woedeproblemen. En door die woedeproblemen, want ik sloeg iedereen in elkaar. Ik zweer, man. En je zit op boksen, toch? Ja, ik deed vroeger karate, man. Ja, dat bedoel ik. Bro, ik weet nog specifiek, hè. Ik had de jongen zo koude hard in elkaar geslagen, hè, dat die moeder de volgende dag naar school kwam. Als jij nog één keer mijn kind slaat? en ik zo... Je weet toch hoe volwassenen eng zijn, hè? Je bent gewoon bang van vasten. Ja, maar ik had die zo'n koude hard in elkaar geslagen, omdat hij aan het pesten was. Maar die zo'n sneeuwbal aan mij aan het gooien en zo. Dus ik, want omdat ze... Je moet laten zien dat je niet geboeid kan worden, snap je? Ja. Ja. Dus van mij, ik kwam ook wel in een probleem. Dus van nou die woede aanvallen, toch? Ja. Oh, ik weet nog een keer, ik had een hele stoel tegen een chick gezicht gegooid, omdat ze iets zei. Yo, wat? Dat is groep 8, man. We worden nog een keer gecast. We worden gecast. Stoel. Nee, bro. We hebben wij niet gedaan. Ja, dat is niet ik zeggen, ik heb zo... Ik weet het was ook een lekkere chick, hè. Ik ben helemaal vergeten. Maar ik was zo van, ze zei iets fucking racist, hè. Ze zei van iets van Ching Chong of zo. Bro, ik stond op van mijn stoel, hè. Ik had die stoel van... Ik had die gewoon direct naar die gezicht gooien. Maar dat doet... En ze was aan het huilen en shit. En tuurlijk is ze aan het huilen. Wie gooit een stoel in? What the fuck, man? Ja, ik ga nu kan over nadenken. Ik was echt een goede jongen, man. Ik had veel maar problemen. Werd je ook door je ouders geslagen? Of, ja, man. Koude hard, dat is wel maar Asian. Ik geloof wel, zeg maar, dat sommige mensen slipper of belt of zo krijgen. Nee, maar ik had erger. Ik had erger. Ja, maar als je meestal zulke kinderen... Ja. Die gaan niet
zo snel pesten, zeg maar. Als je niet echt zwaar wordt mishandeld, zeg maar. Want je kan soms gewoon op je hand geslagen worden. Klopt, of gewoon, je moet weten dat je iets fout hebt gedaan, toch? Je moet gewoon gehandeld worden door je ouders. Want anders word je buiten door iemand anders gehandeld. Ja, klopt. En dat wil je niet. Klopt. Ja. Liever thuis dan buiten. Ja, ik ga je wat zeggen, bro. Denk je dat jij kleine minifest mij iets mee gaat doen? Mijn vader sloeg mij met een honkbalknuppel. Wat ga jij doen met jouw scoobly handen, oké? Okay? Wat ga jij doen? Dus ik vind dat zo, ik vind dat waar. Want je weet toch, als ze zeggen van, ja, je moet je kinderen niet slaan, bro. Als ik mijn kind heb, ga ze direct slaan. Wat ga je huilen? Boop. Nee, ik zeg je eerlijk. Er is één ding wat balans. Je moet balans vinden. Het is niet elke keer slaan, maar ik zeg je eerlijk. Er is één ding wat ik wel gewoon mee wil nemen van de Asian, community, of waar je bij mij opgegroeid is denk ik toch wel het slaan. Ja, man. Maar het is niet dat ik elke keer wil slaan. Ja, zo'n pedagogisch tikje, weet je? Het is zo van, als het echt heftig is, hij moet gedisciplineerd. Ja, 100%. Want wil jij liever dat je kind mentaal gescarred is, of wil je dat hij gewoon fysiek een beetje pijn leidt? Wat bedoel? Krijg je niet beide. Nee, want kijk. Dit is hoe mijn moeder dat altijd doet, hè. Die sloeg me koude hard, hè. Tot het punt dat ik gewoon aan het huilen was. Ik heb zo nagels shit en zo, hè. Gekke shit, hè. Maar op het einde van de dag, na die dag, mijn moeder zegt van, weet je, het was ook mijn fout, want ik mocht jou niet slaan eigenlijk. Ja. Maar ik kon er niks aan doen. Maar die zegt van, ik zeg wat hij verkeerd heeft gedaan. Ja. Dus ik voelde altijd love van mijn moeder. Ja. Na die slag, weet je, het is wat het is. Maar ik had nooit het gevoel dat mijn moeder niet van mij hield. Nee, klopt. Zou je wat ik bedoel? Dat love is er sowieso. Maar parenting is ook zo moeilijk. Ja, stel voor, je zou ineens een huisdier hebben, is al moeilijk. Maar je hebt een babytje. Ja, man, wat moet die baby? Wat moet je doen met die baby? Ja, bro. En die vraagt nog om eten en shit, bro. Ja. Ga werken, man. Wat moet je geven om... Ik denk eigenlijk ook dat het moeilijk is omdat je bent hier niet opgegroeid. Laat me zeggen, je bent hier niet. Hij is in deze straat opgegroeid. Ja, maar ik bedoel niet jij, zeg maar je ouders. Ja, dat is waar. Want wij hebben, ik ga ervan uit, allemaal first generation ouders. Die komen van een ander land, die komen hier naartoe. Ja, ten eerste, ze hebben sowieso de Asian beating van vroeger gehad. Andere normen en waarden. Waarschijnlijk was het daar nog erger in Azië. Waarschijnlijk wel. Sowieso. Ja. En ik denk dat het aanpassen aan een ander land, dat, ik ga eigenlijk met je, Aziaten zijn eigenwijs. Aziaten zijn echt eigenwijs. Je moet echt strijden voor je vrijheid. Ja, precies. Man, 100%. En vooral als je in een minderheid zit in een ander land. Ja. Maar dat is één ding wat ik altijd zeg. Asians gaan de wereld overnemen. Ja, ik denk het ook. Asians gaan de wereld overnemen. Kijk, elektronica. Snackbarren, restaurants, heel Nederland, bro, is klaar. Entertainment nu ook, man. Ik heb dit, hè, van als ik Asian broeders zie op straat, ik doe altijd even zo. Meer liefde toch? Snap je? Van, hey, what's up, bro? Ja, ik gun ze ook meer al die dingen, want ook van waar ik vandaan kom ook, hè, want ik ben ook, zeg maar, een beetje in de ghetto opgegroeid, want voordat ik hier in de kwam, was ik in Rotterdam. Rotterdam, zeg maar, in de ghetto streken, maar Zuid, man. Ja, bro, ik was daar ook, zeg maar, hier was ik tot en met mijn tiende of elf of zo, weet ik wel. Maar daar was ik tot en met, ik weet niet, maar in ieder geval, ik heb daar nog veel shit ervaren, weet je wel. Want wij komen van, onze familie komt van niks, hè. Ja. We moeten realiseren, want onze ouders zijn hier gekomen met helemaal niks. Ja. En ze hebben hun zelf iets kunnen opbouwen om een huis te kopen of whatever, een zaak te starten. Ja. Dus, in die tijd was mijn moeder, want mijn moeder had mij op 25. Weet je, dus ik was nog... Dat is jong in onze termen, maar in die tijd was dat redelijk normaal. Ja. Okay, ja. Maar je moet mij ik kan niet alles vertellen van moeders haar origin story, want anders ga ik waarschijnlijk in een probleem komen door de overheid. Ja. Maar ze heeft een gekke origin story, weet je wel. Laten we zeggen, de meest gekke dingen dat jij ziet in een film van hoe immigranten komen naar een ander land. Ze hebben allemaal gekke stories. Ja, zoiets, weet je. Zoiets. Mijn moeder ook, man. Ja, en dan, je moet het zo bedenken, bro, als jij komt naar een land die je niet kent, ik spreek de taal niet, je hebt zero doekoe in je pocket. Ja, man. En jij kan, na 20, 30 jaar heb je een dikke villa, je hebt een Mercedes, je hebt twee ouders, je hebt goede kinderen. You've made it. En ik zeg dan altijd dit tegen mensen van die in armoede leven, van ik geloof niet in armoede, bro. Ik geloof legit dat niet is in armoede. Zeker waar. Je kan veranderen met je mentaliteit. Yeah. Want als mensen tegen me, nee, armoede is een cyclus, yo, shut the fuck up. Als mijn moeder naar mij... Ten eerste, ze spreekt niet eens de taal en ze heeft het kunnen maken. Ja, precies. Dan moet jij iemand die de taal spreekt dan sowieso iets kunnen doen met je leven. Ja. Zou je wat bedoelen? Dus als mensen tegen me zeggen van, ja, armoede is een cyclus. Nou man, dat is bullshit. Ja. Ik geloof dat maar niet. Maar geloof je niet dat mensen anders denken? Bijvoorbeeld, één is heel blij met heel veel geld en dat is, diegene is geluk. Mm-hmm. Maar een ander is heel blij met familie picknicken. Mm-hmm. Zeg maar een normaal leven leiden. Die willen nooit, die durven niet... een gokje te wagen even. Ja. Een stap te zetten om dat te doen. Maar daar is niks mis mee. Ik heb het ook niet over zulke mensen. Ik heb het over mensen die zeg maar... Die het tijd zeuren en van... Ja, amper eet. Die kunnen amper huur betalen. Kunnen amper shit doen, weet je wel. Want kijk, er is niks mis. Want je hebt verschillende soorten mensen, toch? Je hebt mensen die zeg maar al bij zijn met de kleinste dingen. En zeg maar gewoon tijd spenderen met familie.
een keertje uit eten gaan of whatever. En ik vind dat ook prima fijn. Ik ben ook zo iemand. Ik ben ook, omdat ik, als ik alleen was, hè, was ik niet gefocust om succesvol te worden. Was gewoon van, ik ben al gelukkig om mezelf. Dus ik wil gewoon mijn ding doen, weet je. Gewoon een huis hebben met een witte hek en een hond, whatever the fuck, weet je. Ja, gewoon, simpel leven, weet je. Basic, omdat ik een familie heb, ik wil ze supporten. Omdat ik vrienden heb, ik wil ze supporten. Dus ik wil succesvol worden. Snap je? Dat denk ik ook, man. Ik wil ook gewoon succesvol worden. En bless je familie, bless je matties. Ja, toch. Man. Wat is het nut van succesvol worden als je niet kan sharen met je matties? Als je alleen succesvol bent, is het saai. Met alleen, je wilt samen. Je wilt samen. Dus ik bedoel van, je kan die leven leiden. Maar ik wil ook iets meer in het leven, bro. Ik wil kunnen zeggen van, want maakt niet uit hoe jij denkt in de wereld. En misschien ben je niet zo iemand die zo denkt. Maar ik denk, geld draait de wereld. Als jij macht wilt hebben in jouw samenleving, als jij macht wilt... Jij hebt... weet je hoeveel dat is? Jouw woorden betekenen zoveel meer als jij een grote nummer hebt in je bank. Ja, dat is zeker waar, man. Als jij 3, 4, 5 miljoen hebt in je bank en je zegt van... Ja, ik verdien gewoon dit, af en toe dit en daar. Opeens jouw woorden betekenen 10 keer meer. Ja. Maar ik ga eerlijk zijn... Als jij rijk wilt worden, moet jij die mentaliteit ook hebben. Die hele individualistische... Je moet soms mensen naaien. Je moet soms mensen naaien. Maar ik zeg altijd, naai de juiste mensen. Niet de mensen die... Ja. Dichtbij jou zijn, je weet toch. Bijvoorbeeld, kijk naar KSI, dat is een voorbeeld. En een sideman. Hij heeft nooit zijn dichte bakjes gemaakt. Hij heeft nooit zijn matjes gemaakt. Ja, maar als hij dat naait... Ja, nee, man. Want dat is wat ik zeg maar heel veel apprecieer aan KSI. Is dat hij van... Want ik ken hem persoonlijk niet. Dus ik kan niet zeggen of hij een goed persoon is of een slecht persoon. Mm-hmm. Maar wat hij doet in zijn work ethic... Is er van, we gaan samen succes worden in plaats van hij groeit uit eentje. Nee, precies. Dat is, ik vind dat zeg maar de juiste mentaliteit als je succesvol wilt worden. Ja. Pak iedereen mee en iedereen wordt succesvol. Dat is zeker waar, man. Ja, man. Dat. Ja, man. Goeie woorden, wat jij zegt is precies wat ik gewoon ook denk, ja. Ja, man. Want ik denk bijvoorbeeld als de podcast echt goed gaat draaien, bijvoorbeeld, je hoeft niet perfect vastgebonden zijn aan een locatie, weet je. Je kan ook... Andere plekken. Ja, je kan ook bijvoorbeeld denken aan Trash Chase. Je kan specials doen, coke specials. Man. Want nu, je hebt de persoonlijkheid gebouwd. Mensen kijken naar je podcast, weet je wel. Dus nu kan je ook van echt dingen doen dat mensen jou wil zien doen, weet je wel. Ja, man. Mm-hmm. Dus, ik vind alles wat je zegt echt heel mooi gewoon geformuleerd. Gewoon alles hoe je denkt, je wilt het maximaliseren wat jij kan gewoon. En je wilt alles gewoon leren. Je wilt echt voor iets gaan, nieuwe dingen leren. Ja, man. Maar dat is ook waarom we soort, eigenlijk, ik wil, waarom... waarom ik deze podcast zo eigenlijk is, gewoon mensen moeten leren om toch wel te blijven upgraden. En niet heel in een box denken, zeg maar. Ja, denk of de hele tijd klagen, maar je kan ook... extra stappen nemen eruit te komen eigenlijk. Ja, klopt. Want mijn moeder is zo iemand die... Ze heeft ons van de laagklasse naar de middelklasse gebracht. Hè. Ik heb gezegd tegen haar dat ik van de middelklasse naar de hoogklasse zou brengen. Maar het probleem met mijn moeders mentaliteit is dat als er eenmaal blokkades zijn of objecten die in de weg zitten, dan zit zij vast. En dan klagen ze alleen maar. Ja. Bijvoorbeeld, ik ben iemand van als er een probleem is, maakt niet uit wat voor probleem, voordat ik zelfs überhaupt klaag, denk al gelijk om een oplossing om te vinden. Precies, ja. Ik ben zo iemand. Mijn moeder is niet zo iemand. Ze klaagt, ze blijft klagen totdat het probleem te erg wordt. En dan gaat ze iets aan doen. Ik ben zo, zodra het probleem is, ik los dat direct Daarom is iedereen anders, man. Ja. Vind je filosofie leuk? Ja, man. Ik hou van filosofie. Sowieso, man. Ja, man. Ik ben iemand die... ik heb ook biologie gestudeerd. Dus ik hou van wetenschap. Ik hou van filosoferen. Ja. Ik hou van politiek, economie. Open-minded denken, man. Snap je? Want, nice, want die dingen gaan jou helpen in het leven, 100%. Ja, want het is niet... School gaat je niks aanleren over jou, waar, hoe jij kan denken, hoe je beter kan. Snap je? Je gaat dingen leren uit je hoofd, whatever the fuck. Maar als jij succes wilt vinden in het leven, je moet leren denken voor jezelf, man. Ja, man. Je moet niet, zeg maar... Ja, broer, je kan luisteren naar andere mensen. Als je een bedrijf gaat werken, kan gewoon luisteren naar andere mensen. Cool, je doet je ding. Maar als jij iemand wilt worden waar je trots op kan zijn, of iemand waar wilt worden die een legacy, kan achterlaten, je moet een goede mentaliteit hebben. Ja. Daar gaat het allemaal om. En ik zeg nu veel, ik doe veel praatjes nu, hè. En ik zeg niet dat ik nog veel heb bereikt. Nee. Maar ik heb vertrouwen op mijn mentaliteit dat ik het kan halen. Kijk, maar dat is al een voorsprong als je zo al kan denken, want niet iedereen denkt zo. Ja, dan heb je al een voorsprong. Ja, maar ik vind ook dat jullie hebben ook de mentaliteit. De podcast, man. Echt, bro. Het is gezellig, man. Het is gewoon een beetje praten, elkaar leren kennen, et cetera, alles. Ik ken je ook al lang. Maar ja, kijk, wij kennen elkaar lang. Dat is wel lauw, man. Ja, maar je hebt ook een lauwe gast, man. Die energy, ik voel de energy. Ik voel dat wel. Goeie. Ik denk, als wij... bijvoorbeeld de Asian mensen die in Nederland, als we samen een beetje komen, goede entertainment kunnen maken. Ik denk wel dat we echt gewoon echt groot kunnen worden in Europa. Want, een grotere community creëren. Snap je? Het is zo van een goede audience bouwen, een goede community bouwen. En dat helpt niet alleen ons, zeg maar, in het feit dat wij dit als een vaste job kunnen doen. Ja. Maar we kunnen dan ook bijvoorbeeld, zeg maar, coole evenementen samen doen of whatever. We, zeg maar, echt een community samenbrengen. Ja. Want op het einde van de dag
fame is niet de belangrijkste ding, maar het aspect achter, zeg maar, de business sides, daar ben ik geïnteresseerd in. Ja. Het feit van dat jij met een beetje naambekendheid kan je bijvoorbeeld een gym oprichten of een restaurant oprichten en ze gaan gelijk boomen, puur door je naambekendheid in Nederland, weet je. Dus ik denk van, daarom dat het ook zo lijp is. Want als we eerlijk zijn, als we nu kijken, we hebben enkel die, hoe heet die gast ook weer van YouTube, met die 1 miljoen subs, hij is Chinees. Jimmy Zhang? Nee, van Nederland. Oh, en Hanwei, broer. Ja, Hanwei. Oh, Hanwei. Oh, ja. Dat is de enige gast die ik ken. Die, de enige Chinees die ik ken in Nederland is dat. Dus iedereen kent Hanwei. Die een beetje poppin is, ja. Je kent Hanwei niet, hè? Ja, bro, Hanwei. Hanwei. Ja, toch, daar is je plek, man. Ja, man. Kom, een plek voor jou. Maar ik gewoon zeggen van dat, laten we zeggen dat ons publiek is zo anders. Want ik wil zeggen dat wij enkel van Nederland bezig zijn, maar ik vind dat we ook een beetje voor heel Europa bezig zijn. Want ik weet dat we andere taal spreken en alles en zo, hè, maar de ervaring die in Europa hebben is ongeveer hetzelfde. Klopt. Want de Asian European lifestyle is best wel gelijkaardig, want Nederland, België, Frankrijk, Spanje is allemaal een beetje gelijkaardig. Zeker als je familieleden hebt of vrienden die in Italië of whatever wonen, het zijn allemaal ongeveer dezelfde ervaringen die ze hebben. De vibe. Snap je? Yeah. Dezelfde vibe, maar is ook zeg maar onze mentaliteit een gekke mix van Asian. Alles. Ja, snap je? Want eerlijk, toen wij opgroeiden hebben we een gekke identiteitscrisis van wie de fuck ben ik? Ja man, wil ik wel eigenlijk een Nederlander zijn of ben ik Chinees? Ik wil toch een Chinees. Dat is ook de reden waarom eigenlijk mijn kanto al zo slecht is. Want ik wou eigenlijk eerst niet eens Chinees zijn. Eerlijk, en nu heb je spijt daarvan. Nu heb ik spijt, ik kan vloeiend. Ik kan vloeiend spreken. Kanto. Ja. Respect. Je fucking loser. Nee man. Nee, maar dat is wel echt één ding van, je groeit op en denkt van, wat wil ik zijn? Ja. Want er is sowieso, kijk, ik ben opgegroeid met like, geen Asians om me, behalve mijn nichtje en mijn neefje. Ik ook eerst niet, man. Oh ja, ik had amper Asians. Maar dat had iedereen volgens mij. Je begint altijd met gewoon, nee, man, kijk, iedereen behalve Asians. Nee, ja. Omdat je zelf juist Asian bent, je vond het zo irritant. Misschien ook kwam het door je ouders. Je wilde gewoon niet met Asians chillen. Nee, vroeger was dat dus eigenlijk ook, kijk, je hebt ook Chinese school. Daar ben ik nooit gegaan. Ik ook niet. Ik werd gepest op Chinese school, man. Door Chinese mensen? Ja, door Chinezen, omdat ik Hongkongees was, bro. Oh. Ja, kijk, meestal is allemaal gewoon Mandarijns, wat je graag gedaan hebt. Ja, Mando, ja, man. Waarom is de tafel beweegt helemaal? Nou, heftig, man. Maar deze podcast is te wild. Zo fire, hè? Er is ook nog, hoe heet het ook weer? Dat ze Chinese zomer vacation of zoiets. Dan gaan ze allemaal naar China en zoiets. Ja, bro, ik ging altijd naar China. Ik heb het ook niet meegemaakt. Dus ik ben eigenlijk totaal niet opgegroeid met Chinezen en Asians. En maar zo. Nu ben je wel met veel Asians aan het rondgaan, hè? Het kwam eigenlijk door coronatijd. Oh. Daardoor ben ik eigenlijk Asians gaan meeten. Weet je hoe ik hem heb ontmoet? Oh, dat is ook een koude gekke story, man. Oké. Okay, wat ga jij uitleggen hoe wij elkaar? Ik ga eerst mijn gedeelte. Het kwam eigenlijk, zeg ik weer. Ik begon eigenlijk met Tinder. Gewoon chickens daten en zoiets. Tinder? Ja, Tinder. Oh, je ging boys zoeken? Nee. Hij zocht mij. Hij is gay. Ik ging dus chickies zoeken. Nou, zoeken eigenlijk. Ik had gewoon niks te doen. Dus ik had Tinder. Toen ging mijn neef tegen me zeggen, je moet die Chinese app, weet ik weer? Tantan. Dus ik had zeg maar Tantan geïnstalleerd. En toen kwam ik een chickie tegen. Ja. En die chickie, hoe had jij haar? Tantan. Oh, Tantan. Oké, dus die chickie staat op Tantan. Ja. Ik had zeg maar haar ontmoet via Tantan. En hij had haar ontmoet via Tantan. Wij werden ingegooid in een Discord server, gewoon met allemaal matjes van haar en zo. Ja. En jij joined een keertje of zo. Ja. En toen ging je gewoon een beetje praten en we voelden de vibe gewoon. Ja, man, en toen kwam jij van, ja, kom je een barbecue of zo eten. Toen, 2 jaar, geen contact gehad. Nadat, ik ken hem niet. Na eten gewoon. Nadat ik heb gezegd, ik ga ooit jullie trakteren op Korean barbecue. 2 jaar later nog nooit gedaan. Nooit gezegd. Later, toen had ik zeg maar mijn ex ontmoet. Ja. Dus toen had ik zeg maar met haar gewoon gepraat. Ik weet wat ze doet voor het bedrijf, et cetera. Maar ik van, ze weet waar ze werkt. Dus precies. Hij weet waar die werkt. Daarna, ik weet, hij was in België. Ja. Hij had ineens een story geplaatst dat hij in Utrecht was. Ja. Dus ik zei tegen hem, hey, je bent in Utrecht, kom hier een barbecue als joke. Ja. Daarna, dus ik vroeg hem, wat ben je aan het doen? Ja, ik heb bij een restaurant in Zeist heb ik gefilmd. Ja, om te filmen. Ik zei tegen hem, Mido. Hey, heet het toevallig Mido? Ja. En toen zei hij, ja man. En toen dacht ik echt, what the fuck. Dus toen gingen we op Discord, gingen we praten en zo. En toen zijn we eigenlijk... Want dat was het ding, want ik ging in het restaurant filmen Mido en de ex van haar... Van hem, wat zeg ik? De ex van hem, die was daar. En ik leerde gewoon iedereen kennen in dingen. En ik weet niet hoe dat kwam, maar opeens een gegeven moment kwam een klik van... Wait a minute. Hey Joe,
Heb je een vriendje Jason? Snap je? En dat was fucking crazy, man. Want we zijn zo aan het praten en shit. En, van, en dan later in de avond ging ik op Discord. En ging met hem praten van, yo, was dat je vriendin? Yo, en dan alles connecten. Dat was zo gek. Want ik ken hem heel lang via Discord. Ja. Maar nooit heb ik hem in het echt gezien. Het is echt een kleine wereld. Ja. Want als we eerlijk moeten zijn, alle Asians, alle Chinezen, Kanto, whatever, Mando. Ze kennen elkaar wel. Iedereen kent elkaar maar niet persoonlijk. Hier, iedereen heeft al één iemand die iemand kent en zo. Ja, 100%. Ja, want als jij bijvoorbeeld van, is een random, stel je voor wat een hele map van alle Chinezen of Aziaten is in Nederland. Is allemaal connected. Je kan gewoon één persoon selecteren en je kan er hoe dan ook gewoon daarna toe komen om zeg maar van, waarschijnlijk iemand kent die van daarna, daarna, daarna. We kennen elkaar allemaal, man. Ja, dat is zeker waar. Dus eigenlijk, sinds wij elkaar kennen eigenlijk door Mido, hoe kwam dat ook weer? We gingen een keertje, Bruiloft. We hadden eigenlijk geen contact. Nee, het was dus dit. Het was, als het goed is, jij was in Nederland. Ja, met de boys aan het barbecue en toen had ik je uitgenodigd, nee? Nee, jij was met je ex toen. In een hotel. Die Koreaanse ex. Oh, die Amsterdam. Nee. Weet je wat het is? Zijn ex is niet Koreaans. Zijn ex komt uit Frankrijk. Ja, daarom kan ik kan Frans. Is dat Frans? Ja. Asian. Nee, ze is white. Frans, white, ja. Naar Korea. Ja, want ze ging daar studeren van, ja. Oké, dus jij was in Nederland, in een Amsterdam, hotel of zoiets. Amsterdam, ja, man. Hij belde me terwijl ik aan het werk was. En hij vroeg aan mij van, joh, waar ben je? Ik zeg, ja, ik ben nu aan het werk. En toen zei hij van, ja, kom, we gaan nu Korean barbecue of zo, we gaan eten, bla, bla. Ja, dus maar dat is nooit doorgaan, volgens mij. Ja, wel, dat is wel doorgaan. Weet je waarom? Dat was onze double date. We zijn op double date gegaan. Ja. Oh shit, we zijn op double date gegaan. What the fuck? Ik ben echt oud aan het worden. Ja, bro, ik ga eerlijk zijn. Ik heb koude veel gereden. Hij had me uitgenodigd, maar hij was met zijn vriendin. Van een beetje gaar om te dirtwielen. Ik zei van, oké, ik ga met mijn ex even bellen. Van, yo, kom nu. Of kom naar werk. We gaan gewoon naar Rotterdam. Gaan we gewoon eten. Ja, man. Toen zijn we eigenlijk gaan eten. Toen hadden we eigenlijk meer. Toen gingen we gewoon praten. En toen hadden we weer niet echt contact. En toen. Jij ging filmen in Amsterdam voor Sense. Ja, volgens mij wel. In Panama. Oh, wacht, ik skip een stukje. Jij had al een YouTube-video gepost op je Insta. Toen dacht ik van, oh shit, dat is best wel lijp. Oh, Roffa, dat was... Wanneer is dit gebeurd? Dit is vorig jaar gebeurd, zeker? Dit was... Vorig jaar, ja, vorig jaar. Oh. Ja, dat was allemaal vorig jaar. Ja, dat is heel snel. 9 maanden geleden of zo. Ja, dus jij had de YouTube-video gepost. Dat was met de andere guy. Met de club in Roffa toen. Dat was de allereerste keer Sans of zoiets voor jou, weet je niet. Nee, wist je trouwens? Met de interviews, bedoel je? Jij hebt mij ex geïnterviewd. Serieus? Ja, man. Wat? Huh? Ik ben Koreaans. Hey, yo. Zij is wild, man. Dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Bro, weet je hoeveel views die video heeft, by the way? Ja, klopt. 800.000 views, hè? TikTok. Ja, man. Oké, maar we gaan zo even terug. Ja. Jij, ik had dus die YouTube-video van jou gepost op mijn story. Ja. Daarna ging ik een meet in Amsterdam, omdat hij... Ik was toevallig in Amsterdam met mijn ex en de vriendinnen. Ja. En jij ging filmen voor Sense. Mm-hmm. Of voor weet ik veel wat. Daarna ging je ons joinen met KFC eten. Gewoon even chillen. Oh shit, dat is ook die dat is Rotterdam. Nee, dat is Amsterdam. Ja. Jouw geheugen is echt zwak, ja, man. Ik weet niet meer, man. Niks is gebeurd. Bro, ik ben zwaar aan dementie, man. Dus ik vroeg aan hem van, hoe doe je met YouTube? Ik vind het wel nice en zo. Yeah. En hij zei van, ja, ik heb niet echt een vaste camera. Dat was gewoon een matte voor jou, toch? Ja, toch. Ja. Dus sindsdien was ik eigenlijk... Ik ben nu eigenlijk zijn cameraman geworden. Voor YouTube. Ja. Dus, ja. Oh. Voor YouTube ben ik eigenlijk zijn cameraman geworden. En de eerste keer dat wij in Rotterdam gingen filmen, toen gingen we zijn ex filmen. Ik had tegen hem gezegd... Shit. Ik zei tegen hem, er is één iemand die je moet filmen, die je views gaat krijgen. Ja. Het is een chickie. Ja. Zei T. Ja, man. Nee, en ik wist dat jij views zou krijgen. Ik zei tegen hem, je gaat haar... Want jij wou weggaan, hè? Ja, ik wist het nog wel. Je wou weggaan. Ja. Ik zei tegen jou van, je gaat niet weg voordat je haar hebt gefilmd. Ik ga je nu wat zeggen. Weet je wat ik heel spijt voor? In een YouTube video. Je weet toch de eerste YouTube video die ik heb gepost in dat is ook in Roffa bij Club... Toen die audio... audio niet perfect was. Ja, maar in ieder geval dat die andere gast heeft gefilmd, hè? Ja. Bro, ik heb... Nadat ik klaar was met interviews, ik heb de camera en de microfoon terug naar dingen gebracht. Dan ben ik terug naar de club gegaan om nog een beetje te chillen. Ja. Raad ze wie toen net op dat moment kwam. Ik heb dit nooit gezegd, maar weet je wie daarnet binnenkwam? Nee. Fuck, hoe heet die Nederlandse artiest ook weer? Oh, had je gezegd? Ronnie Flex. Oh, Ronnie Flex was rokenruimte. Die was daar en dat was koulo zo. Ik had hem moeten filmen, interviewen. Dat was koulo goede content geweest. Ja, man. Hij ging foto's maken met Matties, jonkel smoken. Je had gezegd tegen mij, ja. Klopt. Ja, man. Was echt zonde, man. Maar ja, je toch. Dus dat is wel elkaar een beetje moeten hebben. Ja, man. En nu ben ik zijn cameraman. Ja, dus, meer een cameraman, man. Maar meer echt gewoon Matties, man. Ja, we zijn eigenlijk heel snel close geworden, eigenlijk. Ja, wel. Jawel, zeker. Want die chemistry was er gewoon. Ja, man. Je weet, ik wil ook gewoon zeggen van, stel je voor, jullie zien alles gaat goed, de vibes gaan goed. Ja. Bro, gewoon blijven doorgaan, maar blijven content pushen. 100%. Want ik vind dat
Ik denk, podcasts zijn een van die content dingen dat het best kan doen op YouTube. Ja. Puur qua de formule. Want je hoeft, je kan een hele podcast doen. Maar ja, als je, niemand je kent, niemand gaat naar je luisteren. Ja. Maar wat, weet je wat? Shorts, bro. Shorts en TikTok. Je kan van die... Instagram, TikTok. Dat doen wij. Snap ja, je? Ja, en dan gaan mensen automatisch naar je podcast. En consistency is heel belangrijk. Maar, ja, blijf consistency is key. Heel... Kijk, vooral voor YouTube, social media, consistency. Yeah. Je moet blijven. En maar oh, ja. Ik moet wel zeggen dan, hè. Consistency met podcast is makkelijker. Dat klopt, inderdaad. Je kan veel kutten en er is veel content doorheen te gaan. Ja. En je kan altijd iets uploaden. Ja, man. Maar mijn content is niet zo makkelijk, man. Klopt. Nee, ik weet het. Ik, bro, ja. Ik bleef je ook niet, bro. Jij maar moet het zeker moet... in één keer goed filmen, zeker. Of... Ja, het is van, mijn content is high production. Zeg maar, veel editwerk, ja. Veel filmen. Maar ja, kijk, dat is het. Want als jij mijn YouTube-video's hebt eerder gezien, je ziet hoeveel werk erin steekt. Ja. En ik weet dat ik bijvoorbeeld niet de beste moet van maken, maar ik wil tenminste wel goede producten produceren, dat mensen graag naar kijken. Mm-hmm. Maar op dit moment is het, ik heb het zo druk met videowerk en met andere dingen, dat ik heel moeilijk, want ik werk ook zeg maar in een restaurant in de weekenden, dus ik kan niet de weekenden gebruiken om te gaan filmen, dus dat is best wel shit. Ja. Maar nou, je weet toch hoe Asians zijn, je moet altijd helpen in een familie in een restaurant en zo. Ja. Jij weet het niet, hè? Ik weet het ook niet, hè? Ja, maar, niet, voor de meeste mensen die Asians en Chinees zijn en die kennen dat. Ja, wel, dat weet moet je kan geen vijf vragen. Ja, nee, dat kan gewoon niet. Maar in ieder geval, en door al die drukte kon ik helaas niet veel video's filmen, want mijn video's zijn reliant op evenementen, op andere dingen. Ja. Dus ik probeer ook te switchen naar andere content, maar zelfs om die andere content te beginnen te met filmen... Moet je wel tijd hebben. Ik moet tijd hebben. Ja, en ja, ik, daarom heb ik gezegd ook van na deze maand, ik heb heel wat video dingen gewoon afgezegd om niet te doen. Ik ga gewoon veel filmen voor YouTube en zo. Want ik heb een 1000 subscriber special die ik in fucking september heb gefilmd. Bro, dat is echt geweldig. Ik heb in september 2022, we zijn nu in wat, maart 2023, heb ik een 1K special gefilmd en ik spring uit een vliegtuig. Ja, it's crazy, bro. Nee, bro, je gaat echt stuk. Want ik had die gefilmd en ik had teruggekeken en die footage was is zo koud en grappig, man. Waar waren we naartoe gaan? Zeeland? In Zeeland. Ja, in Zeeland. Ik heb gesprongen, ik heb 1 minuut freefall gedaan en raadste wat ik tijdens skydive aan het doen was. Ik denk niet dat veel mensen gaan kijken die naar mijn YouTube kijken, maar ik was een Rubik's Cube aan het oplossen. Tijdens het vallen. Ik heb het opgelost. Seven, in zo'n korte periode. Dus ik wil zeggen, ik wil dit alleen zeggen. Jullie bitches, subscribe op mijn channel zodat ik die shit kan posten, man. Want deze staat al zo lang klaar en ik kan nog steeds niet posten. Hey, zijn channel staat in de description. Ja, man. Gewoon boven Asian, in de description. Asian to the Oscar, man. Ik follow geef die shit, ook man. Een tag gewoon op je hoofd bro, en zo. Bro, ik alles. Moet legit nog maar 40 subscribers hebben, bro. Kom op, man. Consistency. Maar dat is wel zo. Het is... Heb jij zijn YouTube-video's laatst gezien of iets? Nee, ik heb wel die Korean documentaire. Ja, dat is ook wel nice. Dat wil ik ook nog beginnen. Over jouw documentaire. Of tenminste, die Korea-video's. Ja, die van Insta. 1 en 2. Ja, ja. Part 1 en part 2. Echt mooi, man. Part 3 moet nog uitkomen. Maar het is echt een... want ik ben best wel een fucking joke guy. Ik ben niet zo serieus, zeg maar. Ik ben nooit serieus. Maar als ik ben enkel heel serieus in mijn werk dat ik doe. En ik wil ook graag een bericht achterlaten in al mijn video's. Dat ik produceer voor mezelf, hè. Ja. Dus vaak, ik neem shit nooit serieus. Bijvoorbeeld als mensen praten over wat serieus shit. Mm-hmm. Ik zal het altijd niet serieus nemen. Maar soms heb ik momenten waar ik vraag... Want ik denk heel serieus. Ik doe graag aan filosofie. Ik denk graag over wat, zeg maar... Je wilt toch wel een bericht meegeven. Ja, snap je? Dingen dat ik, zeg maar... Ik ben gelukkig en ik denk dat ik veel vertrouwen heb in mezelf... dat ik niet word snel beïnvloed door andere social media of whatever. Iedereen wordt beïnvloed, hè? Maar ik heb vertrouwen erin dat in sommige gedachteprocessen dat ik heb... of sommige views in het leven dat ik heb, komt van mezelf. Want ik heb dat zelf meegemaakt. Ja. En dat wil ik dus ook laten zien in mijn video's. Want mijn boodschappen zie je heel veel. Bijvoorbeeld mijn eerste episode op Instagram, dat is identity. Mm-hmm. We hebben groot veel problemen met identity. In de video zeg ik ook van, wat zouden onze voorouders zeggen over hoe wij nu leven? Of al die dingen, weet je? Wat zouden hun denken? In episode 2 ga ik daarop als in van, dat onze tijd, de wereld gaat zo snel dat wij niet eens meer weten. Want mensen van, ja, ik wil gelukkig zijn, whatever. Maar je weet niet eens wat jezelf wat maakt jou gelukkig? Dat weet je niet eens. Ja. Dus hoe ga je voor iets zoeken zoals geluk of liefde als je niet eens weet wat de dingen zijn? Dat is wat ik bedoel. Dus ik geloof van dat, hoe zeg je dat? Veel van onze generatie allemaal depressief en whatever, ja, toch? Maar ze kunnen ook gewoon niet... Ze krijgen het gewoon niet mee. Ja. Wij hebben wel gestreden om toch wel voor iets te gaan. Maar zij hebben alles. Social media, internet is zo snel. Je klikt ziet het. Klopt. Maar wij moeten research doen. En weet je wat het probleem is met dat? Waarom veel mensen van onze leeftijd en jongsgeneratie depressief is omdat...
onze wereld is gemaakt alsof wij eerst moeten focussen van buiten voordat we moeten focussen van binnen. En dat is het hele ding. Ik ben iemand van, je maakt jezelf compleet van binnen eerst voordat je aan jezelf gaat werken, ja, aan de buitenkant. Klopt. Met buitenkant bedoel ik je uiterlijk, whatever. Dat is niet zo belangrijk. Ja. Maar als jij innerlijk niet kan bouwen, een goede persoonlijkheid bouwen, jou een goede work ethic, een goede mentaliteit, gezonde mentaliteit, weten wat je wilt doen. Al die shit moet eerst komen, maar dat is niet meer. Het gaat allemaal over van, wat kan jij laten zien, hoe goed is jouw leven, zo gezegd, op social media. Wat ik echt haat. Ik bedoel, ja, nee, klopt. Ik ga ook eerlijk zijn, ik graag post dingen ook graag, weet je, van over als ik coole shit aan het doen ben. Mm-hmm. Yeah. Maar, zeg maar, omdat ik ook gepest ben van vroeger, hè. Ik moest en we werden vroeger gepest ook door meisjes omdat ik Chinees was. Maar ja, je weet toch, op een leeftijd, je wilt altijd chickies nog fixen. Yeah. Dus wat ga je doen? Ja, je gaat de persoonlijkheid moeten maken, toch? Yeah. Dus je maakt die persoonlijkheid, probeert de chickies te fixen, snap je? Dus vandaar dat ik ook een geen saaie persoonlijkheid. Dus gewoon heb. Experimenteren. Ja, sowieso. Ja. Maar dat is het hele ding. Mensen denken te veel aan andere mensen hun mening. Ja, 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 ja. Hoe ze denken over die persoon. Ja, ja, ja. Ik vind dat van. Ik denk ook jongere generaties van onze jongens. Maar ik denk, er zijn. Ook veel jongens denken dat ook waarschijnlijk zo. Maar ik denk aan deze tafel. Met alle eerlijkheid, ik denk niet dat wij zo denken. Ik denk niet dat wij. Want nu dat ik met jullie heb gepraat. Ja. Ik denk niet dat wij denken van. Oh ja. Oh, ik ben bang dat wat mensen denken over mij. Nee, het boeit me echt niet ik wat mensen Ik heb dat van op me een denken. Harde manier geleerd. Luister, als mensen echt dachten wat... als het me echt boeit wat mensen ervan bedenken, dan had ik dit echt niet gedaan. Ja, tuurlijk dat is waar. Niet. Ja, ja. Want heel veel mensen zouden je uitlachen, weet je. Van, ja, oh, een podcast gaat je toch nooit lukken. Maar kijk waar hun staan, man. Fucking ja, Starbucks. Dat maakt niet uit. Bro, ik probeer het tenminste. Ja, man, ja, ja. Doe je eigen ding. Als je het wilt doen, doe het gewoon. Ja, man. Je moet niet tegenhouden door iemand anders, weet je. Yes. Maar daarom is K-drama en al die series ook, vind ik ook wel fucked up. Want het laat de jeugd kijkt naar die K-drama en denkt... Oh, ik wil ook dat mijn vriendje dat gaat doen. Ja. Zo romantisch. Ja, 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 ja. Dat is niet de echte wereld. Ik ken dat, precies. Man. Ik vind dat de chickies hun expectations zijn zo groot. Het is echt groot, zo hoog. Het is crazy. Ja. Al die chickies gaan om geld, man. Weet je wat ze zeggen? Gewoon, heeft die man geld? Oh, is die slim? Zie je? Heeft die geld? Is nummer 1. Ja, ja, maar dat is standaard. Ja. Is als ouderen vragen, als je dochter zegt van ik heb een vriend. Ja. Natuurlijk het eerste wat ze denken van heeft hij geld? Want het is... Aan de ene kant niet aan de staatsmaats, ook om je dochter te verzorgen, je weet toch? Ja, ja. Ze moeten toch zeg weer iemand anders overlaten. Ja, want het klopt, is eerst de ouders die je voor je dochter zorgen. Ja, 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 100%. En later moet het toch de man zijn. Ja, maar wacht, ben je single? Ja, man. Ja, dus we zijn allemaal single. Ja, allemaal single boys. En laten we eerlijk zijn, en is niet dat ik, bro, ik ben niet op zoek naar pussy, whatever, bro. Maar deze rechterhand is koude goed. Oké, luister. Deze hand, ja? Ik wil gewoon zeggen, man, maar... Ik hoef die hand niet vasthouden. Nee, ik hoef die hand niet vasthouden. Ik heb net je hand soort gegeven. Wat zeg je al zo? Maar ik wil gewoon zeggen, man, van... Er zijn niet veel meisjes nu die dingen kunnen aanbieden die ik mezelf niet kan aanbieden, man. Snap je? 100.000%. Ik zeg van... Die chickies hebben gewoon geen persoonlijkheid. Bro, ik kan net zo tegen een muur praten. Ik trouwens had er niet over welke chickies we geïnteresseerd waren. En ja, bij jou bro. Het is heel, bro. Het is crazy. Voordat jullie weten, als ik meestal praat met Oscar, het gaat van links naar rechts, naar rechts. Ja, maar dat, is hoe, dat is een goede podcast kunnen ja, ja, we kunnen door. Het gaat gewoon, door, we praten gewoon. Maar oké, je hebt gezegd van, wat is jouw type? Mijn type, het is gewoon heel makkelijk als je gewoon open-minded bent en gewoon ongeveer dezelfde muziek luistert. Oh joh, dezelfde muziek? Dat is laag, dat is man. Dat is heel laag, ja, dat weet ik. Maar open-minded zijn is best hoog. Ja, maar ik... En doelen kunnen opstellen en open-minded wat is zijn. Wat is open-minded volgens jou? Volgens mij is gewoon heel filosofisch en heel vrij kunnen denken en heel veel kunnen accepteren. Ja, ja, ja. Zeg voor... Maar stel je voor, ik ga nu eentje geven, want ik ben van hogeschool afgetrapt, hè. Ja. Maar dat was omdat ik niet open-minded genoeg was. Maar ik ga uitleggen in de situatie waarom ik niet open-minded genoeg was. Ja. Want wat ik denk, wat true open-mindedness is, is niet zeg maar die, je bent de woke shit, dat is bullshit. Dat is niet open-minded. Dat is een meme. Dat is bullshit, weet je. Maar true open-mindedness is het snappen en begrijpen en accepteren van iemand anders cultuur. Ja. Als jij bijvoorbeeld inleveren, in anderen. Maar kijk, mensen begrijpen dat nu. Zeg maar zelf, je zegt nu ja, maar ik ga nu dit zeggen. Als mensen tegen mij zeggen dat gays niet bestaan in mijn land, dan zeg ik van, cool. We hebben te veel gays in ons land. Oké, je mag van ons pakken. Maar het is niet dat ik niet grappen maak over gay mensen, maar ik laat zien van, je moet snappen dat in hun cultuur gays en transgenders is niet geaccepteerd. Klopt, dus je gaat niet jouw values... je gaat niet jouw values zeggen van, nee, maar ik kan niet, want je moet, er zijn ook mensen, je moet ook zelf terecht. Bro, shut the fuck up. Het zijn hun... Hun normen en waarden. Je gaat niet tegen hun zeggen dat die van ons beter is. Ja, man. Weet je? Dat is mijn open-minded. Je moet je normen en waarden kapot kunnen maken en iemand anders kunnen, zeg maar,
kunnen begrijpen. Ja, ja, maar ja, je hoeft het niet je eigen te maken, maar respecteer diegene ook. Zeg ja, maar. Ja, ja, ja. Ja, ik, dat is true open mindedness. Ja. Van, mindset hoe anders we zijn en hoe anders jij denkt. Stel je voor, jij vindt het oké om fucking met jouw fucking moeder seks te hebben, whatever the fuck. Weet je? We worden weer gecanceld. Ik ga cancel counter gewoon hier gooien. Ja. Niemand gaat je cancelen omdat je je moeder doet, man. Ja. Volgens mij wel. Incest is wincest, toch? Ja, maar, hey, je weet wat ze zeggen. Hé, hey, man. Oké, nee, dat gaat fout. Hoe ging die ook weer? Nee, wacht. Wat is ze? Ah, oh, fuck. No homo, no chromo of zoiets? Dat heb ik nooit gehoord. Snap je? Want als je geen zelfde chromosomen zijn, mag het altijd. Stepsister. Oh, step. Ja, ja, ja. Snap je? Maar Snapchat is niet like echt family. Ja, snap je. Maar het is nog steeds raar. Maar is het echt alleen maar muziek en open-minded? Niet... Maar ik vind het grappig dat je muziek zegt, want... Ik vind muziek... Is het echt heel belangrijk? Stel je voor, zij luistert naar popmuziek of zo. Oké, trouwens... Ariana Grande. Eigenlijk muziek is niet zo belangrijk. Nee, ik vind toch wel stilo en dat mindset. Ook. Stilo en mindset. Lichaam, mij maakt niet uit. Ja. Voor mij is het lichaam nog best wel een klein beetje belangrijk, man. Lichaam is ook... Het is een klein beetje belangrijk. Niet de high-end, maar het is zo van... Het is een... Ik ga het zo zeggen. Stel je voor, je gaat op mijn bedrijf werken. Als die bedrijf geen mooie visitekaartje heeft, ga ik ook niet naartoe. Een chickie die, je weet toch, het maakt niet uit qua uiterlijk, vind ik, maar ik wil niet naast een troll gewoon wakker worden. Ja, dat was het. 100%. Je wilt niet, zeg maar, wakker worden en fucking een golem naast je hebben, snap je? Ja. Moet mooi uit kunnen zien. Ik hoef niet iemand, wanneer ik een pruik op heb, dat ik nog mooier heb dan... Ja, precies. Ken je zo die female filters van, god damn. Ja, bro. I'm pretty as fuck. Ja, bro. Hoe de bitch is dat, bro? I'm a perk. I'm zesty like that. Maar ja, bro. Ik vind wel zo van, dat uiterlijk is best wel belangrijk voor mij. Want ik ben best wel een redelijk oké lengte gast. Je bent lang, bro. Ja, ik ben oké lengte. 1,82. Maar ik zou graag een chick hebben die niet kleiner is dan 1,70. Maar op het einde van de dag, het is de mindset die belangrijk is. Ja, 100%. Kan zij echt denken, kan zij logisch denken? Ik snap dat mensen chickies werken op emotie, ik weet dat. Hè? Dat sowieso. Koude lastig, man. Ik weet dat. Maar als zij de mogelijkheid heeft om soms de emotie... Niet altijd, maar als ze kan zien dat ze soms de emotie aan de kant zet om dingen op te lossen, dat is voor mij al bijna... Ze kan suppressen, want het stoppen kan sowieso niet. Ja, ja, ja. Want het vrouwenlichaam werkt zo anders. Klopt. Man. Maar als zij al, zeg maar... de mindset heeft ook van, weet je wat, laten we even snel even achteruit stap nemen, laten we even buiten bij de adem en down terugkomen om daarover te praten of whatever, dan ben je zo van, weet je wat, je bent echt Mary material. Want dat heb ik ook eerder gezien bij andere mannen, die zo van, en van verschillende podcasts, hè, en heb ik allemaal gezien zo van clipjes van TikTok en YouTube of whatever, die zeggen allemaal van, en ik heb daar nooit echt over nagedacht of kunnen verwoorden, maar dat is wel wat ze zeggen, vind ik wel een beetje correct, is van, als wij terug thuis komen na een zware dag, we willen peace of mind hebben. We willen niet meer fucking argumenteren met onze chick. Dat heb ik ook gezien, man. Ja, man. Snap je? Ja, en ik vind dat wel een goede beschrijving van wat mannen graag willen. Van dat wij simpel gewoon. Gewoon een peace of mind, man. Ja, als wij terugkomen, moeten we ons thuis voelen. Natuurlijk zijn er soms problemen en we fixen dat. Ja. Maar het moet niet 24/7 zijn. Let's be real. Guys zijn sowieso in het algemeen gewoon heel easy. We zijn echt makkelijk. We zijn echt makkelijk om te pleasen, man. Maar dat begrijpen dus de vrouwen. Hoenie en voedsel. Oké, maar ik ben aan het filmen. Ik moet ophangen, man. Oké. I love you. Bye bye. Dank je, bye bye. Wacht, bro. Ik ga eerlijk met je zijn. Zeg jij I love you tegen je moeder? Wacht. Ik ga dit klaarstukje ga ik wel insta stoppen. Dit is de eerste keer dat ik een moeder hoor zeggen tegen een kind I love you. Ja? Terug. Ja, maar het duurde ook super lang dat mijn moeder dat mijn lied... dat ze ook I love you terug zijn, want... Het is moeilijk om... Ze vinden het soms misschien cringy, toch? Het is crazy, ze vinden dat niet... Ze vinden dat raar, zeker onze ouders. Yeah. Maar het ding is voor ons, is van... Hoe ik en mijn moeder... Omdat ik nooit echt een vader had... Moest ik, zeg maar... heel veel dingen regelen voor mijn moeder ook. En op een gegeven moment begrijp je elkaar. Snap je? We hebben echt een goede band samen. En dan daarom zeg ik van... Mijn zusje ook... alle shout-out naar mijn zusje, want zij doet echt veel voor mijn moeder ook. En ze heeft een goede mentaliteit. En ze probeert ook veel te helpen aan mijn moeder. Ze denkt aan de familie. Mm-hmm. Dus ik denk, omdat wij zo'n close-knit family zijn, omdat we ook buiten ons drie, we hebben niemand anders meer. Ja. Snap je wat ik bedoel? We hebben geen familie die hier wonen. We hebben geen tantes of ooms of neven die hier ons elkaar kunnen supporten. Dus we hebben echt letterlijk elkaars rug. Wanneer mensen vragen van, wat is jouw reden van leven? En dat is een diepe vraag. Iedereen, heel diep. Dat is, en elke antwoord van elke persoon is anders. Maar voor mij... Mijn hele reden van leven is mijn familie, bro. Mijn streven naar succes
en geld verdienen, ja, is niet voor mezelf, bro. Want veel mensen denken van, ah ja, maar je moet niet alleen maar denken aan geld. Oh, jij denkt dat ik denk aan geld omdat ik het zelf kan gebruiken. Nee, nee, nee. Ik wil dat geld... Ik wil dat geld hebben voor mijn ouders, voor mijn moeder, voor mijn zusje. Je wilt gewoon genoeg hebben om te kunnen blessen. Ja, precies, voor iedereen. Snap je? Ja, maar... Hier is wat het is, man. Mijn moeder, shout-out. I love you. I love you so much. We krijgen, zeg maar, zoveel shit geleerd. Wiskunde, economie, whatever. Maar we leren nooit over relaties. Want als je over nadenkt, de relatie is een groot deel van je lichaam. En het is ook, als jij niet snapt over hoe je met relaties moet omgaan, hoe snel iets kan breken. Kijk maar, iedereen scheidt. Die scheiden. Die willen shit niet eens meer oplossen. Ja. En ik heb tegen mijn moeder ook zo gezegd van, ik zal nooit zoals jou worden. Als ik met iemand ga trouwen... Dat zeg ik ook altijd tegen mij. Maar niet op trouwen. Maar ik zeg zo van... Kijk, ik snap dat jij niet de beste shit had. De beste man, oké? Okay? Ik had ook niet de beste vader. Want ik ben ook sinds mijn 12... Of ja, als kind af aan was hij nooit in het leven. Deze bitch ging gevangenis in. Whatever the fuck, hè? Maar... Ik zei tegen haar van... Ik zal nooit zoals jou worden hoe jij met relaties omgaat. Want dan breek je relaties alleen. Want de reden waarom onze relatie zo goed is... komt van mijn kant. En ik wil niet zeggen dat mijn moeder daar niks in steekt. Maar ik moest van mijn kant strijden... zodat ik een relatie met haar kan bouwen. Ja. Zodat ik een goede zoon en... moeder en zoonraas kan krijgen. Want laten we eerlijk zijn, onze Asian ouders gaan doen dat niet vanzelf. Het is altijd, als je een Asian stapje bent, moet je wel als kind die stappen zelf doen. Ja. Als je dat niet doet, dan komt er geen relatie. Ja, dan ga je een shit raas hebben met je ouders. Zoveel Asian ik heb wel echt een andere jeugd gehad, volgens mij. Ik had wel echt vaak ruzie met mijn ouders, maar... Oh shit, oké. Ja, maar echt vaak, want ik was altijd gewoon buiten en altijd, mijn mentaliteit was best wel heel verkaasd, zeg maar. Ja. De Asian, altijd op school was het heel relaxed, huiswerk maken, leer dat, doe dat. Oké, prima, maar thuis was het, ga leren, je moet dit doen, je moet dat doen. Ik had dat ook. Buiten was, in, zeg maar, Nederland is vrijheid, maar thuis was het weer China of zo. Ik had zo vaak ruzie en uiteindelijk had ze gepraat met een familielid. Die had ook een broertje die, zeg maar, hier is geboren en zij uit China. Ja. En die zei gewoon van, is een andere generatie. Ja, andere denkwijze, je moet het gewoon accepteren. Maar ik had heel veel vrijheid, juist, dat is het ding als jeugd. Weet je waarom? Is omdat mijn moeder niet was. Ja, die was 24/7 aan het werk. En we hadden geen oppas. Ja. Nou, soms hadden oppas in China. Ja. Nu zeg ik, net de memory unlocked, hè. Uit het niet gewoon. Ja. Memory unlocked. Hier, hè, in deze straat, deze Rijnstraat, hè. Ik had een oppas, die was koude fucked up, hè. Nee, die deed slaag, hè. Die zo'n ziekenhuisslaag. Bro, ik zie, toen mijn moeder erachter kwam, die had die bitch in elkaar geslagen. Ik dacht met mijn handicap hoofd, ik was zo 8 jaar, ik was met een 16-jarige. Ik doe mijn fiets met een touw, hang die aan de motor en we gaan van de trap af. Bro, ik weet het, ik ben echt koud, domme. Wat? Ik val koud hard. Al deze littekens en shit, hij zijn allemaal van dat moment. En dan deze bitch, ik kom thuis, ze slaat me in elkaar omdat ik gewond ben geraakt. En al, wat je niet weet moet je doen. Hoe vaak hè, ik zeg maar probeer weg te rennen van huis en ik dacht van ik ga fucking weg. Dat is echt. Dat gaat iedereen gewoon zo. En dan ga ik naar buiten en van oh shit, is een beetje koud. Ja, dan ga je naar binnen. En dan ga je voor de deur wachten toch. Ja, dan ga ik terug naar binnen. Maar in ieder geval deze bitch man, die sloeg mij en ik had overal wonden en ze deed gewoon sticks en zo. Maar ik was zo fucked up dat ik begon ziek te worden van hoe alles gewond raakte. Moeder had me naar het ziekenhuis gebracht. Maar dat zie je gebeurt in deze straat, man. En ik heb echt veel meegemaakt. Ja, man. Bro, weet je nog toen ik het over had, toen ik uit skydived, hè? Ja. Diezelfde dag, hè, ben ik in de fucking zware auto-ongeluk gekomen. Ambulance, alles, maar bijna dood. Klopt. Wow. In diezelfde dag. Voor de podcast had ik gezegd over dat ik een andere auto had. Daar was er een ongeluk mee gekomen. Ja. Theo. Ja, man. Ja. Misschien heb ik nog een foto daarvan. Ik kan het doorsturen, maar het is echt... Total los. Ik heb die foto misschien wat zijn, maar stuur maar gewoon door. Maar het was een ding, man. Het was een COA, man. En dan we reden op een snelweg 100 km/u. Ik reed niet eens, mijn zusje reed. Fucking vrouwen. Am I right? Worden gecanceld! Maar ja, man. Ongeluk. En dan gewoon frontale botsing. Bam. Ik doe mijn ogen open. Is opeens rook overal en shit. En dan is er was ook KO gegaan, dus. Ja, nee, ik slaap. Botsen mijn hoofd keihard tegen de airbag. Want airbag is niet zacht. En mensen denken dat airbag is hard. Airbag is hard, man. En ik had last van mijn knie. En daarna ziekenhuis, alles gaan testen. En dan, maar we hadden geen auto. Mijn moeder was kouloos stress, want ze had ook geen auto. Want die CO was mijn moeder. Ja. Dus we moesten een manier vinden om terug te komen. En gelukkig, als je dit kijkt, Anna jou.
Ze heeft 3 uur buiten naar het ziekenhuis van mij opgewacht. En ze heeft me helemaal naar huis gebracht. 1,5 uur gereden en toch 1,5 uur terug naar haar eigen huis. Dus huge shout-out naar haar, man. Ja, want ze heeft echt gered. Respectable. Ja, man, respect. Hey, dankjewel, bro. Hey, huge shout-out. Moet je nog steeds acteren, maar echt waar. Super dankbaar. Op Korean barbecue. Ja, man. Maar dat is niet mijn enige auto-ongeluk. Maar ik heb nog een zwaardere auto-ongeluk gehad. Gek, hè? Bro, ja, zijn leven is echt gek. Bro, ik had een auto-ongeluk toen ik 13, 14 was. Ik ging net verhuizen naar Texel toe, hè. Deze weg was 80 km per uur. Texel de eiland. Ik heb daar nog 3 jaar gewoond. 80 km per uur? Ja. Op Texel? Nee, ja. Dus, nee, de weg naar Texel. Dus naar Den Helder, de boot en dan naar Texel. In ieder geval, ik zat in de passagierszijde, mijn moeder reed. Hè. Er was een rode Subaru, bro. Ik ken deze nog. Subaru! Subaru is wel ja, man. Ik ken deze auto nog. Dus opeens, mijn moeder verliest. We waren het argumenteren over dat de raam naar boven moest, maar ik wou die raam naar beneden. Out of nowhere, hè. Dus verliest zij controle over de auto, hè. Ze gaat opeens naar de richting vangrails. Richting de vangrails, die bos tegen de vangrails en gaat terug naar op de weg. En op de weg gaat hij bra 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 pa. 80 km per uur, hè. Dat is een movie, hè. Ja, man, echt koude zwaar. Dus ik doe mijn ogen open, ik hang ondersteboven. Realiseer, ik hang ondersteboven, want die gordel houdt mij vast, hè. En het eerste ding dat ik zeg, ma, ben je oké, bro. Ik zweer, ik dacht dat mijn moeder was gone. Je moet altijd checken. Ik roepte mijn Wendy ook, maar mijn zusje zat in de achterbank, maar ze had geen riem om. Snap je? Dus ik zeg van, yo, what the fuck? Wendy, ben je oké? Ma, ben je oké? Dus mijn moeder zegt, ja, ik ben oké. Ik ben ook ik kon mijn moeder niet vrij krijgen. Ja. Dus ik zeg van, ik doe de gordel om. Ik val naar beneden op de dak, zeg maar. Ja, Maar ja, ik krijg mijn deur niet meer open. Want het is helemaal dicht gekraakt. Ja, kapot, shit, hè? Ja, zeg maar. Dus ik klim aan de achterkant naar boven. Dus ik spring, omdat die auto zo staat. Ik spring dan naar beneden op de grond. En dan, ik ga dan direct naar de andere kant. Ik zie overal glas liggen en alles. Dus ik probeer die deur open te krijgen. Van, fuck, ik krijg de deur open. Ik doe de deur open, eindelijk, hè. En dan... Mijn moeder komt eruit, mijn zusje komt eruit. En ze heeft wonden gekregen op haar ellebogen vanwege het glas overal. Ja. Maar ik ga zeggen, in die situatie, hè, alle 3 van ons was 100% oké. Gek. Praise the Lord. Ja, en mijn moeder zei ook van, yo, dat is Gods werk. Maar ik geloof niet in God. Maar ik denk van, in die situatie, ik dacht van, wow, yo, ik geloof misschien wel in God. Want mijn moeder vlak voor, ik kan het specifiek herinneren, want dat was zo traumatisch. Mijn moeder zegt, vlak voordat het crashte, zegt ze van... In het Chinees, oh Lord, please, Lord, please, Lord, please, Lord. En bam, bam, ogen open, druk mijn ogen terug open. En je weet hoe ik een fucking irritant kind ben, hè. Dus we staan daar aan de zijkant, mensen zijn aan huilen voor ons. Zo van, hey, yo, shit, ik heb trek in een capuchon, man. Fuck. Ik zeg, deze capuchon is echt fire. En mijn attitude, hè. Mijn moeder haatte dat zo erg, want ik probeerde de situatie... gewoon weer een beetje op te vrolijken. Lucht te maken, maar ik heb haar boos gemaakt. Want ze van... Oeh, damn, dit is de kapuzon. Dat is hele good, weet je? Nou, fucking nog op dat de hele familie bijna dood is gegaan, hè? En weet je wat het ergste is van de hele situatie? En dat was toen mijn vader nog in mijn leven was, hè? Hij wist dat we allemaal in het ziekenhuis zijn, hè? Hij is ons niet eens komen ophalen. Dat is echt fucking... Weet je wat hij aan het doen was? Het andere poker of zoiets. Het andere chick of zo. Dat kan echt niet. Ja, man. Hey, ik zeg het je, ik ben open boek. Ik zeg niet dat mijn leven zwaar is. Ik wil niet zeggen dat mijn leven, dat ik een hard leven had. Je hebt wel dingen meegemaakt. Maar ik heb veel dingen meegemaakt en ik moet zeggen van, hey, wees dankbaar voor wat je hebt soms. Man. Want ik ben nog steeds, deze succes die ik ga krijgen, want ik ga ervoor strijden. 100.000%. Is allemaal extra, man. Want ik heb dak over mijn hoofd. Ik heb eten. Ik heb goede familie waar ik een goede band mee heb. Eerlijk. Meer heb je niet nodig in het leven. Natuurlijk, je doet het nu eigenlijk wel toch voor jezelf meer. Ja, man, maar ook van mijn familie. Ja, want familie, mijn moeder en mijn zusje, ik wil dat ze een goede leven leiden. Ik wil dat ze de premium kunnen voelen van de wereld, weet je? Ja. Dus daarvoor heb je geld nodig. Dus vandaar dat ik zo zwaar werk. Ja. Ja. Dat is wel één ding. Het is, mensen die dingen meemaken, je kunnen 2 dingen doen. Je kan het zeg maar... Depressief als vak worden. Ja, depressief echt als vak worden. Of je kan het omzetten als levenslessen. Ja. En heel veel mensen die als levenslessen het gebruiken, die komen echt op. Ja. Want, en dat is ook 1 ding wat ik probeer altijd in levenslessen. Ja, 100%, man. 100%. Want ik denk van, mensen, je kan je zwarte momenten in je leven zien van, fuck, dat heeft me zo zwaar gefuckt dat ik niet meer door kan. Of je kan zien van, dat is een ander hoofdstuk in mijn boek. En we moeten verder gaan, want eerlijk... Ja. Als jij niet door kan stappen en je denkt steeds aan het verleden, ga je nooit verder kunnen komen. Sad zijn is temporary. Maar hoezo sad zijn terwijl je ook blij kan denken? Meer blij zijn. Snap je? Ik zie de glas altijd half vol. Nooit half leeg. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ik zie altijd de positieve kant aan de andere kant. Bijvoorbeeld, als mijn vader nooit ons heeft gefakt in de kont. Ja. Niet letterlijk. Niet letterlijk. Maar niet letterlijk. Maar als hij dat nooit heeft gedaan, heeft mijn moeder ook bijvoorbeeld nooit mijn stiefvader ontmoet. En mijn stiefvader is niet bepaald de beste vader of whatever, maar hij is het tenminste voor mijn moeder, weet je wel. En zonder hem was mijn moeder ook niet kunnen zonder haar super... Natuurlijk zijn ook veel problemen geweest, maar snap je? Dus
Het is give and take, weet je. Want al deze momenten hebben mij gemaakt tot wie ik ben van vandaag. Dat waar. Terwijl ik heb snot in mijn neus, maar holy shit. Dus je ja. Snijden? Ja, maar is oké, okay, is oké. Okay. Ja, dus ja, hebben jullie ouders allebei nog samen? Ja, jouw ouders zijn samen. Ja, zijn ouders ook samen, man. Hé, man, dat is blessing. Ja, ik geloof altijd in echt liefde. Ja, maar moet blijven. Moeten beide partijen wel echt. Ja, ja, ja. Voor nu, voor de boys, focus op je carrière. Ja, get man. The bag. Ja, man. En daarna focus je op chickies. Ja, ja, man. Chickies, want eerlijk, de chickies komen altijd naar je toe zodra je bag hebt. Ja, 100%. Ja, als jij daar rondloopt met een dikke wakkie en je hebt fucking gekke huis, bro. Ik kan je nu zeggen, elke Asian chick die je bij Sense Asian ziet... Oh my god. Hi, no. Ja, dit gaan jullie niet horen. Ik zweet je, Dat is wat ik bedoel met chickies, man. Dat is, de kwaliteit is zo laag. Ik wil niet dat... I don't objectify women. Maar als ik zeg maar kwaliteit moest geven aan vrouwen... En doorheen de tijd... Mm-hmm. De kwaliteit op dit moment, voor ons... Is niet bepaald de goede kwaliteit die wij zoeken. Het, zeg maar niet chickies die constant uitgaan of whatever. Zijn maar gestreven meisjes... Die zijn bijna zoveel waard als echt diamant en shit, man. Ja, maar... Ja. Yeah. Heb jij iemand op het oog op dit moment? Nee, eigenlijk niet. Niemand? Oh, man. Jij ook niet? Nee. Ik heb wel iemand op het oog. Racecast. Ja, ja man! Racecast is onze baby! Racecast is onze baby. Ik vind, oh, by the way, de naam echt koude lijn, man. Ik hou van die naam. Dankjewel. Racecast is echt een coole naam. Weet je wat ons eigenlijk original naam was? Original name was? Ching Chong Cast. Wist je dat wij eigenlijk wel dachten aan Ching Chong? Echt? Ja, we hadden iets met Ching Chong. Maar elke Aziat denkt aan Ching Chong. Ja. Eerst... Wat betekent Ching Chong? Wat is Hanky Panky Shanghai, bro? Wat is dat, man? weet je, ik zo van toen ze zeiden van Hanky Panky Shanghai. Ik zat daar nog met kaarsjes en zo met een drill. Ja. Ik zat echt zo van, what the fuck is dit? En ik legit met mijn dumbass face, ik ging naar huis toe. Mijn moeder was jarig. Hanky Panky. Ik zweer, man. Fucking Nederland en die bullshit racism, man. Ja, hey, het man. Is... Oh, fuck, ik weet niet eens meer. Van. Toen je senze kwijlen, dat is de originele. Ja, toen je senze kwijlen, toen je senze kwijlen. Maar hun zeggen, honky ponky, Shanghai. Nou, maar ze doen alleen die beat, toch? Zeg maar. Ja, 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 ja. Maar dat is gewoon altijd... Dat is gewoon happy birthday. Ja, 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 precies. Ja, maar dat is ook met geschiedenis, toch, zeg maar. Ja. Is ook wel geconnect aan. Wil je misschien een fucked up grap horen? Hoe zeg je... Het wordt gebiept sowieso, maar vertel maar. Nee. Hoe zeg je een kont in het Chinees? Dat is een Nederlandse grap, by the way. Nee. Zie wat? Nee, wang snee wang. Wang snee wang. Oh. Dat is een kont. Hoe zeg je I'm a hita bunda, zeg maar in het Chinees? Dat is ook, nee, ik ga je kont slaan. Hoe zeg je dat in het Chinees? Zeg maar op een Chinese manier, zeg maar in Nederland, de Nederlandse grap. Mandarins of kanto? Nee, maakt niet uit. Gewoon, zeg maar, wat denk je? Dus ik zei daarnet van, hoe zeg je content steeds? Wang, snee, wang. Nee, weet je wat het is? Wang, snee, wang, pang. Oké, maar jij kan geen kanto, toch? Nee, ik kan geen kanto, man. Kan jij mando? No, man. Nah. Helaas. Ik wil ook kanto kunnen, want ik vind kanto wel mooi, man. Maar ik weet je wat? Mijn favoriete woord is lengthai. Dat is irritant, hè. Elke als ik het zie... Yo, lengthai, what's up? Yo, dat klonk zo Azië. Bro, het klonk zo koude algetoon. Als mensen van bedden... Oh, lengthai, lengthai. Dat klinkt echt fucking... Yo, fresh off the boat, man. Dat is crazy. Ah, ja, man. Hoe lang zijn we aan het filmen, man? Nu bijna 2 uur. Zo tijd om te rappen, denk ik. Gaan we rappen? Ja, ik denk dat het wel echt een hele goede episode was. Ja, dus ook echt gezellig, man. Ik denk dat het was gezellig, goede vibes ook, man. Ja, jongens, zeg jullie eerlijk, als jullie hem terug willen zien. Maar hij gaat sowieso terugkomen met Prime. Ja, wat zeg man. Ik nou? We hebben nog meer te praten. Gaan hem volgende keer zien. We gaan hem volgende keer zien. Dus er komt sowieso een andere episode met hem. Oh, maar kijk eens, moe van lachen, man. Het was echt leuk. Het was echt gezellig, man. Dankjewel, boys, voor het uitnodigen. Ja, toch. Super appreciative dat ik de eerste guest mag zijn. Eerste guest, hè? Eerste guest. Dat is interessant, joh. Dankjewel. Ja. Super nice, man. I appreciate it, man. Ja, dus, toch. Hopelijk veel succes met Reiskast. En dat jullie veel
nummers kunnen maken, veel views kunnen krijgen en al die shit. Alle succes. Maar jij ook gewoon ook, met man. Filmen, met YouTube. Ja, man. Alles. Thank We gaan you. Elkaar aan helpen. Aan mijn plug Agent to the Oscar op YouTube. Agent to the Oscar. Interest, link staat erin. Agent to the Oscar White on TikTok. Mijn e-mail is... telefoonnummer. Ja, LinkedIn is Oscar Huur. Voor de chickies, voor de chickies. Ja, voor de chickies, bro. MSN, Hives, bro. Hit me up, man. Met alles. Ja, old school. Old school, old school. Ja, toch, ja, toch. Jongens, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren of kijken. Eén van die twee. We zien u bij de volgende episode, denk ik. Hopelijk. Yo, later, boys. Later, yo. Ciao. Hey, die was echt goed. Die was echt goed.